Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Welkom bij de eerste van de twee weken van de early edities van de Grand Prix of Marbles Championship. Ja, ja. Wie weet zijn het de laatste Grand Prix of Marbles Championships. Waarom gaat het weer door de verkeerde ding? Holy shit, dat is niet de bedoeling dat dat door de verkeerde ding gaat. Ja, dat kan zomaar natuurlijk de laatste Grand Prix of Marbles Championships worden. We hebben twee keer in oktober dus dat we een vroege editie doen. Want ook volgende week hebben we een Formule 1 Grand Prix. En laat dit hele gebeuren nou gebaseerd zijn op de Formule 1. Ja, dat is dan altijd een beetje dubbel om het precies tegelijk te doen. Natuurlijk kan je wel een watch-along houden en dat soort dingen. Maar ik heb dan het liefst dat er een beetje omheen gedaan wordt. Want anders heb je Formule 1 op Formule 1 qua racing en dergelijke. En dan kan je ook nog even lekker relaxen. Wij gaan... Nou, eerst even die soundboard fixen, want anders wordt het super luid voor mij. Om het gewoon weer in de SFX-channel te doen. Maar wij gaan, vandaag gaan we proberen om weer gezellig een volledige Grand Prix te doen. Eventjes lekker uitwaaien van het einde van je week. Aan het einde van je weekend, week, ja. En dan hopelijk kunnen we allemaal weer met een positief gevoel door proberen te knallen met de volgende week. We gaan deel 326 doen. Het is 20 oktober 2024. 2010-2024. Wow, ik kreeg ineens een flashback dat ik nog herinner wanneer het 2010-2010 was. Dat iedereen zo, wow. Maar dat is vaker zo natuurlijk. 2008-2008. Nu kunnen we dat niet zo makkelijk meer, zeker. Nee, want je kan niet 2024, dit is geen 24e maand. Damn. Basically, mijn hele leven gaat niet meer dat voorkomen. Je kan geen... tot 2012 kon dat. Wow, yo, dat is gek. Nou ja, even heel raar of de rails, terwijl ik wat dingen hier aan het fixen was. Natuurlijk zullen er mogelijk minder mensen meedoen, omdat het wat eerder is. Ik hoop dat we genoeg mensen kunnen hebben om er wat gezellig van te kunnen maken. Want zelfs al is dit mogelijk dus de laatste twee Grand Prix of Marbles, dan is het wel leuk om sociale gezelligheid te hebben en with a bang eruit te gaan. Even kijken. We hebben de racewinnaarsheet hebben we gereset. We hebben de Grand Prix of Marbles deel 326 hebben we gemaakt. Vorige week won Bartje 1999 met een overmaat. Geen spanning aan het einde. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn als we ook spanning kunnen creëren voor aan het einde. En we hebben natuurlijk weer volledig Formule 1. Samen. Waarom staat dit zo luid? Holy shit, waarom staat dit zo luid? Ik loop net dus al die sound effects in een andere channel te doen, zodat het wat minder luid staat, maar... Hé? Dat kwam toch door de juiste channel? Oh my god, ik schrik me helemaal dood. Martje84, je mag banen aanvragen. En thank you for supporting en voor het strijden to keep Spooky 1611... Ik kan niet meer praten, sorry. Het is een moeilijke week geweest. To keep Spooky 1611 alive. We strijden er nog altijd om voor de rest van deze maand. We zitten op 2/3 nu. Oh my god, we zitten op 2/3. Technisch gezien niet een beetje, want Martje die had 20 euro gedoneerd voor e-voetbal. En dat hebben we ook in e-voetbal gebruikt. Dus technisch gezien lopen we iets achter. Maar hey, met die 300 zou ik het nog wel kunnen redden als ik gewoon hand op de knip doe. We gaan naar de game. Wat stond er in de dono van Martje? Er stond 20 vraagteken. Gewoon de cijfers 20. Ja. Hij vroeg of dit 20 was. Dan kan je dat beantwoorden. Vond je dat het 20 was? De Grand Prix of Marbles deel 1326. Dat is waar we nu naar kijken. De puntentelling is precies zoals de Formule 1. Met 25 punten voor de eerste plaats en 1 punt voor plaats nummer 10. En alles ertussen. Wisten jullie trouwens dat deze week bekend is gemaakt voor de Formule 1-liefhebbers? Formule 1-shirtje vandaag aan van Max Verstappen.
dat snelste rondepuntje weggaat. Ze krijgen vanaf volgend seizoen geen punt voor de snelste ronde. Tja, dat vind ik wel fijn eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk een beetje een dom systeem. Ook als het bijvoorbeeld aan het einde van een kampioenschap zou zijn. Dat je dan zeg maar, laten we zeggen, Max heeft nog 1 punt nodig om kampioen te worden. Dat fucking bakken, jongen. For your fire. Oh, waar gaat hij doorheen? Huh? Ik zie hem nergens doorheen. 20. Ik heb het gevonden. Oh, ik schrik normaal al van die freaking dono. Maar nu schrik ik extra veel, boys. Omdat hij stond echt op 200%. Oh my god. Martje geeft een gift sub aan Storm. Maar Storm wou het net zelf doen. Maar Storm die gift natuurlijk ook veel subs aan anderen. Dus het is ook een beetje share the love natuurlijk. En ja. Dat is ook weer mooi. Dat is ook een mooi gebaar. Lorzonix, jij mag ook banen uitkiezen. Eerst doen we de 4 van Martje. Maar jij mag er daarna 4 uitkiezen. Hebben we 8 banen in ieder geval custom. Dat is in ieder geval wel ook weer wat leuk, relaxed. En thank you for trying to keep Spooky Season Elf alive. We are doing our best. And every little bit helped. We zitten echt zo weer. Oeh, echt zo. All right. Robin zegt op mijn WhatsApp, alles komt goed. Dan geloof ik erin. Ladies and gentle people. 24 races. Net zoals het schema van de Formule 1. Maar dit keer is het met knikkers. En je kan zelf meedoen. Je moet alleen naar twitch.tv gaan als je er nog niet bent op twitch.tv. En daar kan je het magische woordje typen, uitroepteken play, om mee te doen. Wanneer ik bij een baan begin, dan krijg je dus een grid. En in die grid, wanneer je op dat moment uitroepteken play doet, spawnt er een marble. Een knikker. Een raceauto. Hoe je het maar wil noemen. En dat knikkertje heeft jouw naam. Dat is je eigen persoonlijke. Oftewel, dan heb je wat om voor te routen. Ik weet het. Honderden duizenden views op mensen zoals Jelle Marbles. En die heeft gewoon allemaal teams gemaakt met allemaal kleurtjes. Waardoor er heel veel mensen die ernaar kijken gewoon routen voor een bepaalde kleur. Of voor een bepaalde teamnaam. Maar hier is het echt je eigen. Je persoonlijke. Na 24 races bestaat er een kampioen. Want we hebben dus een top 10 die komt in de punten. Maar je kan ook gewoon een race meedoen. Al doe je soms mee, de ene keer niet, de andere keer wel. Kan ook allemaal. Maar er zit ook nog een leuk kampioenschap aan vast voor hopelijk een spannend verhaal. Want de race-spanning kan heel leuk zijn, maar ook het kampioenschapsspanning kan echt intens zijn. Daar hoef ik niet eens zelf aan mee te doen. Maar hoe meer mensen, hoe beter ook wat betreft het mengen erin. Zelfs al denk je, ah, ik kan geen kampioen worden of ik ga niet zo goed. Het feit dat je elke keer meedoet, verandert het resultaat weer. Want doe je allemaal niet mee, dan hebben alleen maar de mensen die wel meedoen meer kans. En dat zorgt er dus voor dat dat dan weer allemaal dynamisch verandert als je dus wel blijft meedoen. Alright, Lorzonix heeft in ieder geval 4 banen van mij. Thank you, Lorzonix. Dat is super nice gecommuniceerd. Echt, joh, die Lorzonix. En een Martje, die zei nog helemaal niks, denk ik. Custom, dat is toch een grap? Geen troll, Lorzonix, zegt Martje. Oh, we gaan beginnen met mijn favo, zei hij. Ja, dat was heel lang geleden, Martje. Sorry. Met mijn favoriete baan gaan we beginnen. I see. Well, here we go then. Laten we beginnen, want we hebben nu natuurlijk een tijdlimiet. Want om 9 uur begint de Grand Prix van Amerika. Let's do this! Let's do this. Get ready, uitroepteken play, doe gezellig mee. Vandaag doe ik voor het eerst get ready op de custom Call of Duty Black Ops Stream Deck. Kijk dat ding. Super cool. Die is ook veel makkelijker vast te houden. Wil je daar meer over weten? Uitroepteken YouTube trouwens. Het was niet eens als bedoeling voor sponsor. Maar hij klikt ook beter. Ik had dus nog een
Mark 1 Stream Deck. Maar for some reason kan ik hier dus veel beter... kan ik hier gewoon op klikken. En hij schuift wat minder heftig... omdat hij dus gewoon een vaste achterkant heeft. En die van mij had dat niet. Die van mij, die Mark 1... die heeft zo'n klepje en zo. En is allemaal een beetje houtje-touwtje. Maar nu is het echt een hele mooie knoppenkast. En is het echt heel fijn om in te drukken. En zelfs al hou ik hem gewoon in de lijst... want die andere deed ik wat naar voren... omdat hij wegdrukt. Dan kan ik gewoon blijven punchen. Zonder dat die Stream Deck wegvalt. Nou, dat is pas een upgrade. En dat was niet eens voor mij een upgrade bedoeld. Wat gaan we doen bij Martje? Hij zegt, love is in the air. Dat gaan we hierna doen. En daarna waterval. Waterval map. En daarna doen we darts. Ja, ja. Succes voor België vorig weekend had ik vernomen. Nou zei Lorzonix dat natuurlijk ook in de chat. Maar damn. Mike won. Ja, ik zag het, man. Ik zag het. Ik heb het allemaal even bekeken. Even die Belgische trots. Dat is wel leuk. Alright. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. En dan kan je al meedoen. De eerste race heb je alleen maar meer kans dat je gaat winnen. Opnieuw weer twee Belgen in de kwartfinale. Jeetje, man. België gaat lekkerder dan de Nederlandse dart community. Wij horen dat goed te kunnen, toch? Ai, 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 ai. Hebben jullie deze week wat leuks meegemaakt? Is er deze week nog wat gebeurd? Nog wat speciaals gebeurd? Of iets in de wereld gebeurd? Wat is er überhaupt gebeurd in de wereld deze week? Volgens mij weer niet zoveel. Als ik nu raar-maar-waar nieuwtjes deze week doe... of oh ja, het is wel wat gebeurd natuurlijk. Dat gebeuren wat heel heftig is. Ik heb er niet veel over ingelezen. Van Liam Payne. Liam Payne, die is van het balkon af gejiet. Dat is wel heftig. Wel onder invloed. Zo zie je maar weer. Je hoeft nooit onder invloed. Ik krijg ineens, zonder dat ik daar dan nieuws van lees... krijg ik allemaal aanbevelingen over die guy. 31 jaar. Tja, ik ben dus net 32 geworden. Heb ik het nou al veranderd onder mijn Twitch-pagina... dat ik 32 jaar ben? Dat is echt verschrikkelijk. Heb ik dat gedaan? Ik denk het niet, hè? Oh, ik heb dat niet gedaan. Ik ga dat meteen veranderen. Waarom hoor ik mezelf dubbel? Ik hoorde mezelf dubbel. Yes, he goes one direction. Ja, die grap die zag ik al vaker. Nou is dat misschien niet heel tasteful of zo, maar ik kan hem zelf wel hebben. Maar die guy die struggelde toch al met depressie. Voor mijn gevoel was hij al flink aan het struggelen. Kwam hij ook in het nieuws en zo. Met dat hij... last had van substance abuse, oftewel drugsgebruik en alcohol en allemaal van dat soort dingen. Wat gek allemaal hoe dat dan zo ten einde kan komen. Hij was helemaal hyped of zo in Argentinië. En dan is het in één keer klaar. One Direction, Liam Payne. Je kan ook een grapje maken over zijn achternaam, denk ik. The hotel manager said that he heard a loud noise at the back of the... Oh! At the back of the hotel. And when police arrived, they found that a man had fallen over the balcony in his room. What the hell? Was hij ergens boos over of zo? Of heeft, denk je dat het een ongeluk was door dus de substantie die hij gebruikt? Agent Hitman hoor, gaat dat gewoon doen. Oh, oh. Maar het is wel mijn favoriete baan, Agent Hitman. Kan je even aan de zijkant? Je denkt dat het een slechte trip was. Maar hebben ze dat al kunnen aantonen dat het een slechte trip was? Of had hij slecht nieuws gehoord en dan gecombineerd bijvoorbeeld met drugs... dat je dan alleen maar erger denkt? Want once again, guys, er is altijd een uitweg. Ja.
When he is conscious, he is destroying the entire room. And we need you to send someone, a hotel worker told the police. What the hell? Dus er waren al problemen voordat hij van het balkon afgejiet was. Hij was dus helemaal agressief, was een hele hotelkamer overhoop aan het gooien. Damn. Heftig. Don't do drugs, kids. Don't do drugs. Een applausje voor Agent Hitman, want hij wint deze race. Agent Hitman, waarom liet je mij niet winnen? En waarom zakte ik nog meer terug? Hallo? Nou, dat is pas sad. Dan zak je gewoon nog meer terug. 130 punten. Oh my god, dat is een hoop. 130 punten. De volgende baan die we gaan doen is Love is in the Air. Voor iedereen die wat liefde voelt. Op welke manier dan ook. Relationeel, vriendschappelijk. Wat voor liefde dan ook. The love is in the air. Van coke kan je agressief worden, maar gebruikte hij coke? Apparently the police were called earlier that day. Dus eerder op de dag had de politie al gebeld. Hij vroeg of hij het zwembad in mocht eerder op de dag. Maar de hotelstaf die zei, ga terug in je kamer, want je bent veel te intoxicated. Dus hij was helemaal woehoe. Sommige mensen geloven dat hij het zwembad in wou vanuit zijn kamer. Zijn kamer was op de derde vloer. On the third floor, derde verdieping. Er zijn foto's van zijn hotelkamer. Televisie helemaal kapot gesmashed. En allemaal drugsgebruik kunnen ze ook gevonden. Heel veel mensen zeggen het is eigenlijk geen twijfel dat het een dronken val was. Dat hij gewoon... Ik kan de link daar niet. Iemand zegt, waar heb je ook een link? Maar de link is removed, zo te zien. Maar sommige mensen, je kan er blijkbaar foto's van vinden. Ik weet niet of je dat wil vinden, maar man. Blijkbaar kan je dat doen. Get ready, have to take a play. Doe gezellig mee. Hij was beneden ook al oud gegaan. Ja. Hij heeft zijn laptop heeft hij ook gesmashed. En hij moest gecarried worden terug naar zijn kamer. In 2021 zei hij al dat hij struggled met alcoholgebruik en prescription drug addiction. Oh, damn. Krijg je prescription drugs en dan word je er verslaafd aan. Wat gewoon medicijnen zijn. Die fans zijn ook hoofdpijn hoor. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wel een bizar verhaal. Ben je 31 jaar? Natuurlijk, de vroege fame doet vaak meer destroying. Dat brengt toch geen happiness, hè? Brengt toch geen happiness altijd. Niet altijd. Ongelooflijk. Je denkt, die heeft alles. Maar die heeft dan ook niks. Dan kan je zoveel hebben, maar ook weer voelen alsof je helemaal niks hebt. Heftig verhaal. Mag hij rusten in vrede? Hebben we verder ook nog andere nieuwtjes gehad deze week, wat worth is om nog even over te praten? Ik. Zie niet echt. Thomas, je was er al. Leuk dat je meedoet. Dankjewel voor alle uitroepteken plays on the early stream. Volgende zondag is dat ook zo. Ik heb echt genoeg gecommuniceerd dit keer trouwens. Dat we het iets eerder gaan doen. Dat heb ik echt meer dan genoeg gecommuniceerd. Want holy moly man. Ik heb elke story bijna aangetikt. Ik heb zelfs TikTok story gemaakt eerder deze week. Kun je nagaan op elk platform. Ik heb een alert op Discord. Ik heb op Twitter heb ik het zelfs geretweet vandaag. En gisteren ook nog gezegd. Dus ja, ik heb het dit keer overal gedaan. Dus mocht er iemand in de chat komen die gaat zeggen... Nou,
Had je dat even kunnen zeggen? Dan weten jullie wat jullie terug kunnen zeggen. Dan word ik onderdrukt of zo op social media. Ik heb het zelfs in de YouTube gebeuren. Nou ja. Slim, Thomas. Dat is heel erg slim. Dat is zeker... Oeh, Agent Hitman! Ja hoor. Hij weet hem toch nog te halen. Soms dan val je hier er helemaal naast. Sander, had je niet kunnen... Oh, Martje. Ik wist gewoon dat iemand die al meedoet dat zou zeggen. Het was gewoon a matter of time. Weten jullie waarom het cancelen van subscripties zo moeilijk wordt gemaakt? Dat zou toch eigenlijk niet mogen? Elke keer als ik van Xbox bijvoorbeeld een 12 maanden Xbox Game Pass abonnement krijg, dan gaat automatisch de automatic billing gaat dan aan. Van als je dan bijvoorbeeld al een jaar. Als je dan bijvoorbeeld al een jaar hebt gehad, dat die dan automatisch zou verlengen voor nog een jaar of voor nog een maand. En dan moet je op zoek gaan naar hoe cancel je zoiets. Ik kan je zeggen dat cancelen van dat soort dingen is bijzonder moeilijk. Om vaak dan te vinden. Klein lettertje met cancel here. En dan nog allemaal verschillende pagina's. Dat maakt ze zo moeilijk mogelijk altijd. Dat is ook zo met van die AI-websites. Zoals waar wij ons spooky deuntje hebben gemaakt. Voor de intro. Dan wil je dat cancelen en dan is het ineens een stuk moeilijker om dat te vinden. Het is nooit in your face. Ik vind het eigenlijk best wel... Kijk, voor mij is het geen probleem omdat ik zelfs gewoon kan googlen van die service en cancel als ik het echt niet kan vinden. Want er zijn momenten dat ik het echt niet kan vinden. Terwijl Agent Hitman al 2 keer heeft gewonnen. Kan iemand anders winnen? Een applausje voor Agent Hitman! Oh my god. Maar my god. Even serieus. Hoe... moeilijk willen ze het soms maken. Dat zou eigenlijk illegaal moeten zijn. Ze zou het eigenlijk gewoon altijd duidelijk moeten neerzetten hoe je dat moet doen. Want het kan dus niet zo zijn dat ik alles doorzoek en dat ik gewoon moet googlen hoe moet ik het cancelen om op de pagina te komen. Nou kan ik dat allemaal wel uitgebreid en ik ben wel iemand die dan gewoon lekker doorzoekt. Maar er zijn genoeg mensen die dat dan gaan vergeten. En dat is wat ze willen natuurlijk. Ze willen dat je het gaat vergeten. Nee, dat is niet eerlijk. Ik wil ook winnen, Lorzonix. Maar ik lees wel dat ze in Amerika daar verandering in willen doen. Want de FTC daar, dat is zo'n organisatie die echt al die dingen regelt. De Federal Trade Commission. Die zegt dat het cancelen van subscripties net zo makkelijk moet worden als het sign-uppen. En daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat echt verschrikkelijk de laatste tijd. Als je dan zeg maar gewoon... Ik wil niet per se een subscriptie bij heel veel maandelijkse shit, maar soms wil ik het een maandje uitproberen om gewoon even te koekeloeren, te onderzoeken. Vaak helpt dat voor mijn content creation shit en dergelijke. En dan... Dan hebben we ineens dat je een miljoen uur moet zoeken om het te cancelen. Ja, Fink, er moet gewoon een grote cancelknop komen. Of gewoon bij hetzelfde, gewoon mijn subscriptie, cancel. Soms dan doen ze hele grote knoppen, zoals renew en zo. En dan is cancelen is gewoon normale tekst, maar waar je op kan klikken, zo in het klein. Dat vind ik een beetje raar. Kan ik nu ook niet mijn abo op Spooky1611 cancelen? I don't know. Als je een maandelijks abonnement hebt afgesloten die je elke keer kan cancelen, zodat die de volgende maand niet verlengt. Ik weet niet hoe makkelijk dat is op Twitch. Heeft Twitch dat een beetje oké? Okay? Kan dat überhaupt? Dat dat gewoon elke maand doorgaat? Zolang je niet cancelt, zeg maar. Is dat überhaupt een... voorwaarden die je kan afsluiten op Twitch. Dat weet ik niet eens. Ik ben zo goed geïnformeerd. Ja, oké, maar jij hebt gewoon dus van tevoren heb jij je abonnement tot december betaald. Maar het gaat om die auto verlengen. Heb je auto renew op Twitch?
Want kijk, dat is wat anders. Maar auto-renew op Twitch bijvoorbeeld voor een sub. Doet hij vanzelf auto-renew? Ja, prime subs auto-renewen ook niet. Dat snap ik. Kan je zelf vinken? Nou precies, die auto-renew kan je zelf vinken. En dan moet je kijken hoe makkelijk het is om de auto-renew uit te zetten voor een channel. Ze zouden dat altijd makkelijk moeten maken. Want dat is het cancelen van een subscriptie. Niet, kijk, ik snap dat als ik een maand lang freaking Udio gebruik voor muziekgeneratie met AI, dat ik die maand gewoon heb betaald. Maar het cancelen doe je om niet dan nog een maand te doen. Oeh, Martje en Hennikums. Oh. Ben ook slecht geïnformeerd. Maakt niet uit, Martje. Voel ik me in ieder geval iets beter. Oh, Henny is het toch gelukt. En Martje ook. Ja hoor. Henny Keumers die race. Ik moet iets verder. Iets verder van dat water. Ik krijg daar zulke. Blaasontstekingen van. Van dat geluid. Dat is niet normaal. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moeten ze makkelijker maken. Zouden ze makkelijker moeten maken. Wat is dit nou weer voor nieuws? Een ISIS-seksslaaf die gekidnapt werd als 11-jarige... is 10 jaar later gered door dankzij een TikTok-video. Wat een titel. Essential Cookies Only, dankjewel. ISIS-seksslaaf gekidnapt, was 11 jaar... en nu dankzij een TikTok-video gered van ISIS. Holy shit. Oh, die had een TikTok-video gemaakt met Red Mij. En toen kwam er een dikke militaire operatie met undercover-agenten. Wow. Een applausje voor Henny Keumers. Zo zie je maar. Als je contact kan vinden via het internet, wie weet word je dan toch gevonden. Zolang je maar contact hebt met het internet. Het staat 3-0 tussen de subs ten opzichte van de non-subs. En dat was Powered by Martje allemaal. En de volgende ook. De laatste van Martje. Let's play darts. Red mij, tongetje. Ja, dan wordt het zo'n TikTok. Save me. Get ready. TikTok dansje met verborgen messages. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Een Britse vrouw die suwde een bedrijf omdat ze geen vaarwelkaart kreeg. Maar in de rechtbank, in de rechtszaal, kwam ze erachter dat haar collega's wel een kaart hadden gekocht, maar dat niemand hem had gesigned. Almost no one signed it, dus bijna niemand had er eventjes zijn naam opgezet. Oi, oi, oi. Nadat haar collega's geen vaarwelkaartje gaven op haar laatste dag werken, ging Karen. Ze heet Karen. Ze heet Karen. Karen Conaghan sued the International Airlines Group for failure to acknowledge her existence. Kan je werk suwen als je het gevoel hebt dat je werk gefaald heeft om je bestaan te acknowledgen? Uiteindelijk heeft ze niks gekregen in kort, want ze vonden dat ze een conspiratietheorie mentaliteit had. Ja. Dat is echt raar. Dat is echt raar.
No F1 tonight, or did I miss something? I think you missed something, mate. It's a sprint weekend. We had a sprint race on yesterday. We had qualifying yesterday. Sprint qualifying 2 days ago. We had a great, great, great weekend. It was a very exciting sprint race. It was really cool. Carlos Sainz was the man of the sprint. More happened in that sprint race versus 70% of the full races. Oeh, wie komt het dichtst in het midden? Storm op dit moment. Spooky ook lekker. Heel fijn. Race nummer 4 wordt gewonnen door Storm MV33. Storm MV33, en dat is 100% 4-0 voor de subs ten opzichte van de non-subs. Een applausje voor Storm MV33 en F1 Rockboy hebben we daarna. En daarna Spooky 16-11. En we hebben 5-0 tussen de, of 4-0 tussen de subs en de non-subs. Had ik al ingetypt natuurlijk. En dan gaan we nu naar race nummer 5. Dankjewel Martje voor supporting en dankjewel voor de mooie baanaanvragen. Het mooie is, we gaan nog een keer darten. Want Lorzonic zat als eerste darten. Dat is ook droog. Dat is heel droog. Oh, en Godfather Ken, at the end of last livestream, I went on a full rage towards you to announce that we would do it another time than usual. Ik schreeuwde in die microfoon aan het einde van de livestream om naar Godfather Ken het duidelijk te maken. Maar het was mislukt. Hij was alweer weg. Dan gaan ze heel snel weg. Ze care alleen maar om de race. Ze care alleen maar om de race. Ladies and gentle people, get ready to join the race. Ja, gewoon Duits praten, Martje. What the fuck? De is body. Ik wil 1.60 tekstmechanica. Ja, ik weet niet waarom het nu nog zo lang duurt. De beta is vrij nice hoor. Maar er is ook geen update meer geweest. In best wel lange tijd. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Want echt, ik heb er ook zin in, man. Ik wil gewoon heel veel simracen weer. I really need it. Betere graphics, betere functionaliteit. Ik wil alles. Alright, ladies and gentlemen, people. Nog een keer darten, maar dit keer dankzij Lorzonix. Wat ik dus zag was dat een sheriff in Amerika, die überhaupt in Amerika, als je politieagent bent in Amerika, mag je voor mijn gevoel soms echt alles doen. Er is bodycamera footage van een sheriff die dus een Burger King order plaatste. Maar de order was verkeerd. Was incorrect. En omdat het incorrect was, heeft hij backup aangevraagd. De sheriff heeft zijn deputies ook nog daar gevraagd. Het is echt niet normaal. I don't need no damn money back no more. I just need to find out who owns this place. So I can do an official complaint, zei hij. Uiteindelijk heeft hij backup gevraagd. Ja, dat is wel het belangrijkste. Maar dan weet je wel mogelijk dat als het in een dorp is, dat er weinig gebeurt. Calling back up, wrong order at Burger King. What the hell, Agent Hitman? Ga je alweer winnen? Agent Hitman die heeft gekozen voor winning. Een applausje voor hem. Hij begint goed. Met 3 racewins. Straight Jacket 0-10 op de tweede plaats. En RTP Calculator op de derde plaats. En het is 5-0 tussen de subs en de non-subs. En we gaan naar race nummer 6. En race nummer 6 bevindt zich
op een custom track. Hij zegt alleen custom track nummer 180. Moet ik dan gaan tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Ja, dat gaat te lang. Dat gaat te lang. Dat gaat te lang, Lorzonix. Heb je ook nog een andere baan die je graag zou willen van de community tracks? We hebben geen nummers meer. Er kan een bepaalde term zijn, kan een bepaalde creator zijn, kan op datum zijn, kan op elimination rate zijn, dat is het makkelijkst. Of op het aantal plays. Zoals de meest gespeelde baan, of de minst gespeelde banen, of wat dan ook. Of gemiddelde tijd, doe maar niet 44 minuten. Doe maar ongeveer maximaal 6 minuten of zo. Maar heb je ook nog een andere, Lorzonix? Agent Hitman snijpt ons allemaal. Hoe lang heb je al access tot de 1.6 beta? Nou ja, sinds ze begonnen met developen. Dus dat is gewoon sinds februari, maart. 8 maanden nu. Sinds, zeg maar, wanneer de laatste update online komt, heb je access to the beta. Ik had ook access to the beta van de laatste update, weet je wel, die er is geweest. Daar werk je dan naartoe. Dan releasen ze dat als release candidate. Releasen ze die volledig en dan heeft iedereen hem. Op dat moment begin je meteen in de cyclus van de volgende update. Als 1.6 uitkomt, dan zit je in de beta meteen weer alle extra dingetjes die nog na 1.6, zeg maar, erbovenop worden gecreëerd. Want er zijn een aantal dingen die niet in 1.6 komen, maar wel heel erg er tegenaan hangen. 5 keer random. 1, 2, 3, 4, 5 dobbelstenen. 49% elimination rate. Hoi, hoi, hoi. En zo gaat het eigenlijk al 2 jaar nu, Texmechanica. Voor mij 2 jaar nu gaat het zo. Je krijgt altijd meteen toegang tot de nieuwste builds. Soms dan releasen ze een... Oh my god, we komen zo dichtbij. Oh my god. Spooky Stay Alive, Let's Do, Waterbaan, Favo Track, baan met 16%, baan met 11%, Labs Tube, Favo Track, baan met 0% en baan met 1%. Lens Tube. Oh my god, Marchie, je bent een baas. Je bent een held. Trying to keep Spooky 16 Elf alive. We komen in de buurt. Gaat het dan toch lukken? Het minimale om te halen. Oh my god. I am almost weer freaking aan het huilen, hero. Maar dat doen we niet. Get ready, I do take a play. Doe gezellig mee. Ik heb je lijstje. Waterbaan. Favoriete track, 16%, 11%, Labstube, Favo track, baan met 0% en baan met 1%. Boom. Komt er allemaal na, nadat we Lorzonix zijn mooie, charming, rambunctious pixelation hebben. En Toxic Skill, I appreciate the 47 maanden. Thanks for keeping Spooky 16 Elf alive and thank you for supporting. Hoop dat alles goed met je gaat en dat je een fijn weekend hebt gehad. Oeh. So do you. Tja. Laten we hopen dat onze simracing game een beetje up-to-date komt. Lekker even Automobilista 2. Deze week ook veel nieuws over Assetto Corsa Evo uitgekomen. Dat ziet er ook best prima uit. Dus daar kunnen we ook naar uitkijken voor 2025. En ja. Genoeg leuke simracing on the horizon. On the horizon. Oeh, Godfather Ken. Thomas Dikke. Ben vooral benieuwd naar de handling. Ja, ik ook. Dat is altijd even kijken. Maar hoe dan ook, als ze er een beetje een PC Gran Turismo van kunnen maken, dan is AC Evo heeft altijd wel een leuke plek. En het krijgt ook modding support en AI-generated maps in a way. Dus dat is wel grappig. Is wel leuk. Maar man, wat wordt Automobilista 2 een mooie full package, full racing package.
op de cleanest way possible. Hey, Lorzonix. YouTube. Huh? Uitroepteken YouTube. Maar waarom zei ze dat zo perfect? YouTube. Thomas doet het, uitroepteken YouTube, want hij verstond dat ook. Maar Lorzonix typte YouTube. Hé? Het klonk echt als YouTube in mijn hoofd. Op zijn Engels ook. Nou, helemaal raar. Helemaal raar. Ja, ik ben wel blij dat Assetto Corsa geen Unreal Engine meer gebruikt. En dat ze hun eigen Qnos 2 engine gebruiken. Beetje customization. Daardoor is het automatisch ook weer heel anders dan ACC. En heel veel mensen wouden niet dat het handelde zoals ACC. Wat ik ook begrijp. Maar ja, dat is dus het ding. Al die verschillende car handling elementen. Dat kost technisch gezien superveel tijd. Dat zou ze ook weer niet in één keer kunnen nelen. Maar het zou qua package misschien gewoon prima aanvoelen. Dankjewel, Thomas. Dat was zeker iets wat ik nodig had. 1-0 doet uitroepteken boost. Ja, ja. Ik weet hoe dat klinkt. Maar dat hadden we, daar zijn we al overheen gegaan. Dus dat is al oud nieuws. Maar zo heet hij nou eenmaal. Ik hoop dat je sneller... harder ging. 1-0. YouTube. Bro, die Nederlandse text-to-speech is echt raar eigenlijk, hè? Die Nederlandse... we moeten door. We moeten door. Applausje. Nu niet door die get ready uitroepteken play type, omdat je dat zo gewend bent. Oh my god. Nilla Vanille op de eerste plaats. F1 Rockboy op de tweede plaats. En Zian Lijs op de derde plaats. En dan hebben we een 6-0 van de subs ten opzichte van de non-subs. En dat was powered by Lorzonix. De volgende baan is Convergence. Ja, ik snap niet wat Jannie doet. In de zin van, waarom kan die soms Engelser praten als je het letterlijk typt? Nou ja. Maar laat ook allemaal. Dat begrijp ik niet. Thank you for supporting Lorzonix. I appreciate the support. En laten we er wat leuks van maken van deze race. Want dit is mijn favoriete baan en hier moet ik het even goed op doen. Get ready. Get ready. Zo raar. Echt heel raar. Hadden we dit niet vorige week voorgelezen? Voor mijn gevoel wel. Maar hij wordt weer gedeeld. Gehackte US robot vacuum cleaners. Die ineens helemaal racistische dingen gaan zeggen. Dat hebben wij vorige week gelezen. 100%. Nou, ik denk niet dat YouTube in de Engelse Jan niet goed gaat. Ik denk dat dat dan echt een jut wordt dat. Vorige week, ja, hè? Ja, dan is dat nieuws weer viral gegaan deze week. Dat is droog. Dat is echt heel droog. Meta, het bedrijf van Mark Zuckerberg, die ontslaat mensen als ze hun... $25 meal credits van het bedrijf gebruiken aan huishoudgoederen. Ja, blijkbaar. Oh, nee. Exclamation mark Joa Ja app. What the fuck? Dat heb ik niet goed geanticipeerd wat hij zou zeggen. Oh my god, in mijn hoofd speelde constant wat ik net zei af. Your job. Maar dat was compleet verkeerde guessing game. Echt compleet verkeerd geraden.
Ja, dat had niemand kunnen raden. Als ik met een miljoen mensen zou voice chatten, had niemand geraden dat dat was wat. Baba Bowie. Baba Bowie van Texmechanica! Ja. Wat komt er, Thomas? Wat komt er? Of had je dat over die ding? Dankjewel, Tex, voor supporting. I appreciate you, man. Wanneer zien we elkaar op de baan? Oh ja, wanneer 1.6 uitkomt, wil ik met jou weer racen. Ik zie je meerdere keren op automobilisten. Denk, oh, ik wil dat ook doen, maar ik wil niet de beta verlaten. Ik hoop zo erg dat het binnen nu en een aantal weken gebeurt. Het liefst nog in oktober, aan het einde. Maar ik denk november nu zelf. Met wat ze nog allemaal wil doen. Het nadeel aan Automobilista, om nog even te melden, is het feit dat ze zo perfectionistisch zijn. Als ik ook kijk naar de beta forums en wat ze allemaal willen fixen, al die developers, dan denk ik van, maar jullie willen te veel. En dat is een mooi ding, maar ook een slecht ding. En laat dan de CEO van Ryzen ook een perfectionist zijn, dat hij wilde alles uithalen. Hij wil alles eruit halen wat hun team mogelijk eruit kan halen. Het liefst wil hij ook alle gimmicks toevoegen, de volledige immersion toevoegen. I mean, er komt vuurwerk in de game aan het einde van de race. Maar wie heeft daarvoor gevraagd? Niemand. De animaties met vlaggen moeten op zich wachten van wanneer gele vlag komt op de baan, zeg maar. Dan willen ze ook implementeren dat er allemaal marshals de vlaggen weven. En dat moet dan nog wachten, omdat ze gewoon te veel er weer voor doen. Omdat ze denken, oh, dit kunnen we nu ook maken en dit kunnen we nu ook maken. En het is fantastisch wat ze allemaal hebben gemaakt. Maar ja, te perfectionistisch kan ook zijn negatieve effecten. Het is maar voor een punt. Maar het spookje vloog. Het spookje vloog. Dat was wel nice. Hoezo heb ik een DNF op mijn favoriete baan? Wie vroeg deze baan aan? Dat was Lorzonix die deze baan aanvroeg. Waarom Lorzonix? Een applausje voor Henny Keumers. Hij wint alweer een race. Spooky inderdaad. DNF. Ah! Ik wou niet DNF. Agent Hitman trouwens, buiten zijn 3 racewins, heeft hij geen enkel puntje! Exclamation mark YouTube. Waar... I can't. Ik loop vast. Oh, je was benieuwd naar 1.6 qua handling voor Automobilista. Nou... Ik denk dat je het heel nice gaat vinden. Ik denk echt dat je het nice gaat vinden. Ook met de banden en zo. Wel even een flinke verandering. Ook met hoe die de bochten omgaan. Je weet nog hoe cool wij 1.5 vonden toen. Toen wij die livestreams deden. En dat vonden we best wel een bump omhoog. Ik herinner dat nog. Dat Montreal en toen met die GT-auto's. En jij zei in de chat toen echt van... Wow, wat een grote verandering. Oh, we moeten natuurlijk een keuze door mij doen. Weet je wat we dan doen? Ja! Laten we nog een maandje doorgaan. I can't continue! Oh my god! Kies Spooky 1611 live. Henny Keumers, you kept Spooky 1611 live. We gaan sowieso door in november. We hebben het minimale hebben we gehaald. En dat betekent dat met heel veel moeite dat het allemaal... Ah! Waarom heb ik ineens de hik? Dat het allemaal net past. Ik mocht eentje kiezen van Lorzonix, dus ik kies Convergence. Alles wat er nu bij zou komen, dat is dus voor net even wat meer speling. En het allerminimaalste hebben we gehaald. And I can continue to put my best out. En we werken heel hard elke dag ervoor. Get ready, Auto Take a Play, doe gezellig mee. Heel veel liefde naar Henny Keumers, Martje, Tex, Lorzonix.
heel veel liefde en generosity. En ik probeer echt een beetje eroverheen te praten in de zin van... als ik dat niet doe, dan word ik heel emotioneel. En ik wil dat gewoon nooit doen op de stream. Maar dat blijf ik zeggen. Dus dan probeer ik altijd een beetje zo eroverheen te gaan. Maar ik ben wel heel goed in reflecteren. Dus ik weet precies wat ik aan het doen ben. En als je weet wat je aan het doen bent... dan heb je pas door hoe erg je dat aan het doen bent. What a Leiki stream. Zonde, de baby, je maakt het down! Oh! Shit! Ow, ik zit vast! Ik zit vast! Oh. Ik zit vast! Jezus! Henny Keumers dropt even de 5 gifted subs, Ciro. Tenminste, dat denk ik. Wow. Oh my god, leuke sokken. Wat voor sokken heb ik aan? Oh, ik heb Game Boy sokken aan! Zagen jullie mijn Game Boy sokken? Oh my god. Oh my god. Damn, Manny. Dat heeft me meteen helemaal windend gemaakt. Ik was net al een dansje rondom de kamer aan het doen. Nee, dat was niet echt dansen trouwens. Dat was niet echt dansen. Oeh. Heb je 500.000 SP, Martje? Jeetje. Moet ik maar een giveaway gaan doen met SP. Ik heb nog zoveel game keys. Nog niet. Oké, nog niet. Robin mag eerder weg van werk. Yahoo! Want Robin is hard aan het werken. Die is frietjes aan het maken. Robin is heel blij, want er was vorige week wat heftigs gebeurd. Namelijk, Robin, haar mobiele telefoon was kapot gegaan. Die heeft ze net. En ze let daar zo erg op, maar hij was kapot. En dat bracht Robin in een paniekmoment. En ze dacht dat ze dus haar hele maandloon voor volgende maand... dat ze die aan haar mobiel zou moeten betalen als het gerepareerd zou moeten worden. Maar het lijkt erop van niet. Is die gefrituurd? Ja, de mobiel viel in de frituurpan. Nee, gebeurde hier. Het gebeurde helaas hier. Het was een heel ongelukkig moment. Het was echt bizar trouwens, ongelukkig. Maar Robin die wou even bezig met de armen hier om in mijn setup. Zij is wat beter klusjesvrouw dan ik een klusjesman ben. Laat mij maar gewoon goed nadenken in plaats van dat soort dingen doen. Dat is nou eenmaal zo. En dingen uitwerken, daar ben ik goed in. Maar ja, jongens, ik weet het. Het is normaal dat de man de klusjesman zou moeten zijn en de handige Harry. Maar sorry, ik ben dat gewoon niet. I tried a million times en je weet, ik heb dat verhaal verteld ook over school en techniek en zo. Met techniek en houtbewerking en al die zooi ook, jongen. Oh my god, ik snap niet waarom ik daar zo slecht in ben. Maar We hebben dus altijd een mooie rolverdeling in ieder geval. Fijne motoriek van een bad eend. Ja, ik weet het niet. Ik denk het. Ik denk het wel. Ik heb veel ruimtelijk inzicht. Ik kan heel goed nadenken, maar om dan handelingen te doen, dan zit heel vaak de logica in mijn hoofd, maar niet in de handeling met mijn handen, zeg maar. Dus dan is dat helemaal verkrekt als maar kan. Met techniek op school heb ik nooit een voldoende gehad. Goed, hè? Dus dat is een beetje jammer dat het allemaal niet zo goed werkt. Ik heb wel een voldoende gehaald, maar een 5,5. Maar de 5,5 heb ik gehaald omdat het beter was dan dat ik ooit had gedaan.
Dat was zo grappig, want we moesten een autootje maken of zo, weet je wel. Dus je moet gewoon zo'n stangding maken en twee rondjes maken van hout en dergelijke. En, nou ja, ik kwam tot drie wielen en een vierkantje. En toen was helaas het hele seizoen om dat te maken van op school was dat afgelopen. En ja, nou ja, toen zei zo'n brede beermeneer, die zei zo van... je bent verder gekomen dan dat je ooit bent gekomen. Maar dit lijkt niet op een auto, zei hij. En toen gaf hij mij een 5,5. Hij zei maar een voldoende voor je moeite. Want hij zag wel dat ik echt moeite in stond. Ik stopte er ook echt moeite in en passie. En I tried so hard. Maar dat soort dingen zijn gewoon niet voor mij weggelegd. Ik kan dus wel tegenwoordig ook een computer in elkaar zetten. Maar als ik dan zie hoe snel Robin dat bijvoorbeeld kan doen... dan denk ik van ja, ik ben veel meer aan het priegelen. Ik kan het wel. Het duurt alleen gewoon twee keer zo lang dan. En misschien wordt het wat minder fijn afgewerkt. Ja, dat waren Lorzonic zijn banen. Het is nu weer tijd om terug te gaan naar Martje. Mogelijk kan je daarna nog aanvragen, Lorzonics. Maar ik heb niet heel veel overzicht meer over de baanaanvragen. En ik weet dat Martje hier veel baanaanvragen hebt met die 40 euro. We gaan naar de waterbaan. Gewoon kortsluiting. Ja, nee, ik weet niet wat het is. I don't know, dat heb ik ook, zegt Texmechanica. Ja, sommige mensen kunnen het nou eenmaal beter dan andere mensen. Sommigen zijn heel handig en de anderen niet. Dat is echt best wel naar at the same time. Want ik kan wel dingen heel goed uitwerken en over nadenken. Terwijl dus bijvoorbeeld sommige mensen met een hele goede handeling... die kunnen er alleen niet komen wat hun handeling moet zijn. If that makes sense. Van die zijn wat minder goed in nadenken, want die doen gewoon. En die kunnen ook gewoon dat doen. Nou ja. Dan heb je een rollenverdeling. En die is even grappig. Met PC al helemaal. Ik weet hoe het moet, maar de confidence heb ik niet helemaal... omdat de componenten duur zijn. Oh, dat heb ik niet. Dat ik zeg maar dan helemaal bang, bang, bang. Ik doe het gewoon. Alleen, ja, dat ziet er dan wat minder mooi uit. En dat duurt dan heel lang. Het duurt dan heel lang om iets in een gleuf te doen. Dat klinkt heel raar. En om dan een pinnetje even goed te doen en dat soort dingen. Ik word er wel iets beter in. Maar ja, het is niet van nature mijn aanleg. De CPU, dat is bij mij dan bijvoorbeeld dat ik mogelijk het 3-4 keer fout doe. En dat ik de bracket van de cooler bijvoorbeeld helemaal verkeerd doe. Dat hij dan ineens schuin staat omdat het ene schroefje anders dan het andere schroefje erin gedraaid is. Oh ja, je bedoelt dat dichtklikken van de CPU-chip in zo'n socket. Ja, dat hangt een beetje van het moederbord af tegenwoordig. Maar inderdaad, dat je even door moet drukken om de klik te voelen. Daar kan ik inkomen, maar dat is niet dat het daar gebeurt! Oh my god, Jezus, ben je baba! Alsjeblieft een giveaway van mij, omdat ik nu precies 500.000 spookypunten heb. 500.000! Jeetje, Mina. Dus als ik een game giveaway doe en ik zeg het kost 1000 spookypunten per entry... dan zou jij 5.000 entries kunnen doen? Ik kan niet eens tellen, joh. 500 entries. Ik weet het ook allemaal niet meer. 500. Oeh. Maar heel herkenbaar, Tex. Ik herken het niet daar, zeg maar. Maar wel dat ik vaker soms ook net even wat meer moet doordrukken. En dan van, oh, het moest klik. Letterlijk deze week nog. Maar dan bang om het kapot te maken. Dus daar... Ik snap wel een beetje de angst, zeg maar. Het is niet doodsangsten, maar... Oh, Thomas Dick is zo close. Ja, nou ja, in ieder geval het verhaal, om weer even terug te komen. Terwijl ik weer helemaal gek word van dat water. RTP calculator, oh damn.
is dat Robin dus dacht van, ik vind dat leuk om te doen. Want die vindt dat ook legit leuk. Dus ik zou het wel kunnen doen, maar Robin vindt dat leuker en is er beter in. Om deze armen te vervangen. Want we hebben een Elgato Mic Arm Pro. En die staat onder de camera met prompter. Die kan je zien in de story op Instagram bijvoorbeeld. Hoe mijn setup is. Of op de story op Twitch. En daar zit een lampje boven. Maar dat lampje dat schuif je zo op de prompter. Er zit gewoon zo'n schuifsysteem in. En die schuif je eroverheen. En het zit niet echt vast, zeg maar. Het zit wel vast qua als je het zo houdt. Maar Robin dacht, nou oké, eerst de prompter van de camera af. En die had niet door dat lampje dus dan echt los zit. Dus die, in plaats van de prompter zo met het lampje daar, doet ze de prompter zo. Nou, dat lampje dat schuift er dus gewoon vanaf. En valt over het bureau heen. Kabang, 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 kabang. Zo'n keylight is dat. Zo'n keylight mini van Elgato. Nou, dat gaf me toch een geluid. Maar laat het nou net op de rand van Robin haar telefoon zijn gevallen. En ze had wel een glazen screenprotector, zo'n grote. En ze heeft een hoesje en zo. Dus die screenprotector die had zo'n barst in de hoek. Nou, screenprotector eraf. De meeste van de barst zat op de screenprotector. En toen uiteindelijk kon ze wel mee leven met de schade. Want de schade was een aantal van die LCD of OLED paneel gebeuren. Daar kwam een beetje licht doorheen, zeg maar. Alsof het lampjes zijn. Een beetje lampjeachtig. Helemaal aan de zijkant. Letterlijk aan het randje. Dat was het enige wat je zag. Het scherm werkte nog. Dus zij denkt, oh, hier kan ik wel mee leven, zeg maar, was het eerste idee. Mijn favoriete baan, oh my god. Convergence it is. Ja, er mag. Er is alleen één ding, Martje. Dat is de laatste aanvraag. En favoriete track zat er nog een keer tussen. Want Lorzonix heeft hem ook al aangevraagd. Je mag hem 3 keer aanvragen. We doen hem in totaal 4 keer, omdat ik hem ook doe. Dus 4 keer Convergence. Dus je moet één baan vervangen. De favoriete track moet even vervangen worden door een andere slot. Nou, in ieder geval, Robin die scrolt zo 1 keer op haar scherm. Boom, alles zwart. Hele beeld weg. Hij stond nog wel aan, maar het beeld was weg. Ze wist ook dat als ze hem lokte en dan zeg maar dat je van die hot keys hebt op het scherm, dat ze haar flashlight gewoon aan kon zetten, omdat ze precies wist waar op het scherm dat was. Maar helemaal geen beeld meer. Dus je kon niet meer zien wat je deed. Nou, uiteindelijk helemaal in paniek natuurlijk. Na 30 minuten helemaal paniek ook van, jezus mina, zo'n dure mobiele telefoon. En toen zijn we maar naar de winkel gegaan meteen. En is het voor reparatie opgestuurd. Alleen uiteindelijk valt het nog onder garantie. En krijgt ze een gloednieuwe telefoon. Dus dat is heel veel geluk. Want ze dacht, ze was helemaal dus van, jezus, ik ga wel op brood leven en dan gooi ik mijn hele loon er tegenaan, weet je wel. Maar nu heeft ze het iets breder, kan ze het iets relaxter doen. En hoeft ze niet als een mormoon te leven. Nee, hoe noem je dat? Als een kluizen? Nee, ik weet het niet hoe je dat noemt. Dus ze heeft heel veel ongeluk daar gehad, want echt waar. 9 van de miljoen keer dan. Een miljoen keer van de. Een miljoen één keer. is er niks aan de hand. Maar. Ze heeft mijn oude mobiele telefoon nu kunnen gebruiken voor de laatste week. En gelukkig daardoor wel alles kunnen doen. Want holy moly cannoli. Ben je afhankelijk van een mobiele telefoon in deze samenleving? Met dingen betalen en ook gewoon in contact blijven. En groeps WhatsApps voor je werk of whatever. Dat is niet normaal. Dan zou ze. Ja, jeetje man. Alright, I see it, Martje. Maar wat is 6 keer scrollen met 0% elimination rate? Ik weet niet wat 6 keer scrollen betekent. Ik bedoel, moet ik dan kleine scrolltjes doen? Want ik heb een unlimited scroll, hè? Waarom doe je niet mee, Thomas?
Dat is jammer. Oh, je moest naar het toilet. Kan gebeuren, Thomas. Hopelijk kan je zo weer meedoen. Hebben jullie wel eens een telefoon... Wat is jullie ergste manier dat een telefoon kapot is gegaan? Ik kon wel altijd iemand had hem een keer in de goot gegooid. Toen ging hij kapot. Hebben jullie ook gekke telefoonbrekende verhalen? Jarenlang hoesje gebruikt, haal hem één keer uit het hoesje en ik laat hem vallen. Dat is ook zielig inderdaad. Ben je zo goed aan het opletten en dan die ene keer. Dat ene moment. Succes Lorzonix en tot zo! Deze was aangevraagd door Martje en ik doe het op zich wel lekker op dit soort banen. Ja. Get ready. Een applausje voor Zian Lice, Agent Hitman, die heeft nog steeds niet meer punten. Hoe kan dat nou? Henny Keumen staat op 88 punten met 2 racewins. Agent Hitman staat nog steeds op die 75 punten met 3 racewins. Hoe dan? Geen enkel punt buiten die winst. Dat is toch ook raar. Ik vind dat apart. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? We gaan naar een baan met 16% elimination rate. Ook sponsored bij Martje. Martje. Het is tijd voor... de... Oeh, deze is 405 keer gespeeld. En dat is een mooie naam. Dark Insane Asylum? Dat klinkt wel heftig. Een keer een collega die 2 telefoons in het water liet vallen. Pardon? 2 telefoons van hemzelf? Ik heb meteen zoveel vragen. Of had hij 2 telefoons vast... Wow, die heeft de hele Arkham Asylum nagemaakt. Bizar. Dat is wel echt heel creatief. Wat een creatieve banenbouwers, man. Zo cool. Met een thema ook. Vind ik ook gewoon heel vet. Dat hij dan zo'n thema heeft gemaakt. Zijn werk en privételefoon. Samen het water in. Oh. Dubbele oef. Zoals F1 Rockboy zegt. Dat is echt... Ja, ben je ze meteen ook beide kwijt? Of moest hij ze gewoon even in rijst zetten? Je zou je telefoon maar doorspoelen op het toilet of zo. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat iemand dat heeft gedaan, maar... Niet in mijn vicinity, zeg maar. Maar op het internet heb ik dat wel een keer gezien. Dat lijkt me ook echt bijzonder. Uit je achterzak of zo, geen idee. Water was een paar meter diep, dus helaas. Oh. Nou, dan hoop ik dat het Nokia 3310's waren die we vorige week hebben gekeken. Maar denk het niet. Dat denk ik niet. De true is true, zei Tex Mechanica weer. Maar waarom zeg je dat alweer? Oh, je wou uitroepteken play kopiëren zeker... in plaats van de true is true. Die he er ook achter. Dat vind ik zo mooi. Je ziet gewoon de hele train of thought gewoon in het chatbericht, weet je wel? Gewoon het hele verhaaltje.
Als je scrollt met je muis, kan je vorige message herhalen. Ja, klopt. Ook met pijltje omhoog en naar beneden. Toch? Pijltje omhoog en naar beneden. Hallo, ik ben Sander. En dan pijltje omhoog. Ja, pijltje omhoog kan ik ben Sander weer doen. En hallo kan ik ook doen. Dus met scrollen is dat ook zo. Ik kan het alleen met pijltje omhoog en naar beneden doen. Moet ik wel vaak pijltje omhoog en naar beneden doen. Hey Bartje, welkom, welkom, welkom. Doe je mee voor de komende 24 races? We gaan de quick time doen. We gaan hem er doorheen blitsen vanaf nu. Want we hebben nog 1:20. Nou moet dat te doen zijn. We zijn al bij race nummer 11. But we are gonna blitz. Martje reageert. Hallo Sander. Lijkt wel zo'n... zo'n groep. Zo'n praatgroep. We eindigen bij... Ik kan geen woorden meer. Ik heb zo'n raar hoofd. Ik doe altijd Ctrl-V. Dat kan ook. Maar je laatste bericht in ieder geval kan je ook met pijltje omhoog. En dan scrolt hij helemaal door al je berichten die je ooit hebt gestuurd. Ik deed een topspeedtest op de snelweg midden in de nacht met een rugzak. Ik had de rits aan de bovenkant bij elkaar in plaats van aan de zijkant. Oh. Nou heb ik meteen iets geleerd. Ik doe dat ook altijd aan de bovenkant. Ik doe ze altijd samen in het midden, want dat is OCD. Dat is symmetrisch. Maar je zou eigenlijk het aan één kant moeten doen. Eén rits, helemaal dicht rits en aan de zijkant. In ieder geval, wel bij Texan verhaal met de motor op de snelweg met superveel snelheid. Want de rits die vloog open omdat er lucht in kwam. Telefoonstuk, portemonnee kwijt en sleutels kwijt. Wat? Jesus. Wat is een AK-meeting? AK? Anti... anonieme knikker-meeting. Een applausje voor je Morka 2014. ...11-0 voor de subs ten opzichte van de non-subs. GG, well played. De volgende baan is laps in een tube. Get ready for the awesome airflow. Zorg ervoor dat je computer ook altijd goede airflow hebt, want dat is nooit goed als dat niet zo is. Midden in de nacht 1 uur op de snelweg lopen zoeken, soms echt gaps van 10 minuten dat niemand langskwam. Oh my goodness. Wat een hel. Dat is superveel asfalt. En dan dus echt proberen te lokaliseren of je ergens een klein item of kleine items ziet liggen. Is niet gelukt, denk ik, of wel? Get ready, I do take a play. Doe gezellig mee. Race nummer 12. Halve kilometer. Jongen, jongen, jongen. Ja, en dan waarschijnlijk ook niet allemaal tegelijk. Dus het is niet alsof er overal debris ligt. Verschrikkelijk. Dat is misschien wel de verschrikkelijkste manier die ik tot nu toe ooit heb gehoord om shit kwijt te raken. Mannen in Arkansas die zijn gearresteerd omdat ze om en om elkaar gingen schieten terwijl ze een kogelvrij vest aan hadden en ze hadden ook gedronken. Dus ze dachten, hey man, you know what would be cool? After every shot, we should shoot ourselves. Because then, while we do shots, we are shot. Yeah man, that would be amazing. Toen zijn ze gearresteerd, waarop iemand anders reageert op social media. God verbiedt dat mannen ook hobby's hebben. Na 1 uur toch iemand de politie gebeld en die kwamen me nog even helpen tot ik geforceerd moest stoppen met zoeken. Ah, en je hebt het dus niet gevonden. Huh, Thomas, wat doe jij hier nog? Hallo?
Is Thomas nou perfect? Oh, hij wordt gebeukt. Thomas, je loopt al een ronde achter. Ging hij nou perfect de hele tijd mee met dat draaiding, waardoor hij nu een ronde achterloopt? Kijk, die is al, Henny is al ronde 3, Thomas is ronde 1. Henny Keumers zit in ronde 3, Thomas zit in ronde 1. Laat Henny Keumers niet winnen, hè? Dit is wel ultra slome Thomas weer, hoor. Dit is ultra slome Thomas. Thomas is nog steeds niet door de eerste... Henny heeft hem weer ingehaald! Bro. Henny Keumers zit nu in ronde 4. Thomas zit nog in ronde 1 en gaat zometeen beginnen aan ronde 2. What is happening? Daar gaat hij. Slimme Thomas. Slimme Thomas heeft een ronde voltooid! Ja! Henny Keumers die was alweer bijna bij het volgende rondje. Yo, Henny Keumers loopt voor aan iedereen. Henny Keumers liep al voor aan iedereen. Wow! Henny Keumers is gefinished. Hij had bijna iedereen gelapt. Henny Keumers had bijna iedereen gelapt. Besef. Thomas. Waar ben je? Thomas! Je bent nog steeds niet naar ronde 3. Ha, nu is hij ronde 3. Spooky heeft wat moeite gehad. Dit wordt zo zielig voor Thomas. Dit wordt zo zielig. Henny Keumers wint race nummer 12. En dat is duidelijk een 12-0. Waar is Thomas? Daar is Thomas. Kom op, Thomas. Kom op, Thomas. Je gaat nu die snelheid pakken. Je gaat nu die snelheid pakken. Je bent de enigste in ronde 3. Ja, kijk. Ja, kijk. Nog één ronde voor Thomas. Daar is hij. Kijk hoe snel die gaat. Kijk hoe snel die gaat. Waarom begin je nu snel te rijden, Thomas? Goed zo, Thomas. Niet heel goed. Slimme Thomas. Hij hoeft alleen hier nog even langs te gaan. En dat doet hij. Zo, jeetje. Dat was een echte YouTubers. Dat was echt heel sloom. Een applausje voor Henny Keumers, want die was echt ultra snel. 18 seconden voorsprong op de nummer 2 RTP-calculator. En dat loopt alleen nog maar verder. En dan heb je heel veel mensen in de buurt van elkaar. Henny Keumers heeft het goed. RTP-calculator ook. Die gaan zij aan zij. Maar Henny Keumers is degene die op dit moment het beter doet. Race nummer 13 is volgens deze lijst een communitybaan 6 keer scrollen met 0% elimination rate. Ik heb dus geen idee wat dat betekent. Want dit is 0% Oh. Huh? Gewoon Robin! Met de 36 euro en die zegt wow. Dat staat er helemaal niet. Er staat woehoe. Waarom? Ik hoorde echt een U-klank. Even serieus. We hebben het over de text-to-speech, maar ik hoorde een U-klank. Ik hoorde 100% een U-klank daarom. Oké, maar 6 keer scrollen. Moet ik dan kleine scrolltjes doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardian Hammer Kingdom. Ja, ik heb maar 6 kleine scrolltjes gedaan. Hallo Robin. Ik had het nog net over je. Hallo? Er zit een man naar me te kijken met een snor. Oeh. Kunnen we deze race vergeten? Welke race, Thomas? Je had het over mij. Ja, ik had het over je dat jij eerder weg mocht van werk. Dat je aan het frituren was. En hoe je mobiele telefoon kapot ging. Uh,
Slimme Thomas zegt vorige. Die race die Jamorka won, bedoel je, Thomas? Nou ja, in ieder geval, get ready. Get ready. Get ready, uitroepteken play, doe gezellig mee. Here we go. Race nummer 13. Are you ready? Waar ik zo traag ging. Jij bent niet traag gegaan in een race, Thomas. Waar heb jij het over? Zijn alle banen al vergeven of mag ik nog wat aanvragen? Nou, we zitten een beetje in een raar parket en een lastig parket. Dat technisch gezien alles al is vergeven als iedereen een baan aan zou vragen. Maar er zijn niet echt banen meer echt aangevraagd. Dus ik denk dat het dynamisch freeballen wordt. Want Lorzonix is dart aan het kijken, dus dat valt weg. Tech zou het technisch gezien mogen doen, maar ik weet niet of hij daar überhaupt zin in heeft. Henny zou het ook technisch gezien mogen doen, maar ik weet niet of hij daar überhaupt zin aan heeft. En Martje, die zou het ook nog meer kunnen doen als hij zou willen. Dus technisch gezien wel, maar na Martje zijn baanaanvragen, die bijna voorbij zijn nu, is er nog geen baanaanvraag. Dus ja, bring it home. Zolang niemand wat zegt, kan jij gewoon een baan aanvragen. Het liefst niet te lang, want anders haal ik 21 uur niet. Want dan begint er een USA Grand Prix. Wat cool. Wat ziet dit er mooi uit. What the fuck? Is dit Asgard? Dit is fucking Thor. Lijkt wel Thor met een regenboog rood. En kijk, daar hebben we de hammer. Thor en Loki. Oh my god, we hebben net Batman en Arkham gehad. Nu hebben we ineens de Thor. Wat gaat het worden? Nou, you tell me. Ik had het gevoel dat Max Verstappen wel een stuk sneller was dan de McLaren. Lando Norris had echt een perfect rondje, zei hij voor zichzelf. Dus mogelijk ligt zijn echte ronde-to-ronde pace een tikkie lager. Of gaan ze elkaar eraf beuken? Of Mercedes wordt het niet, want Mercedes start achteraan. Russell vanuit de pits. Hamilton één na laatste. Ferrari wel heel sterk in de sprintrace. Heeft Ferrari een goede kans? Ja, wat mij betreft wel. Perez gaat sowieso niet winnen. Verstappen op 1 en Norris rijdt zichzelf eraf, denkt Straight Jacket 010. Robin zegt Van Hees pakt podium. Oh ja, dat is die nieuwe chauffeur. Godfather Ken, de Duitser, pakt hem. RTP calculator. Wat een geweldige thematrack is dit ook, zeg. Gesponsord door Martje, aangevraagd door Straightjacket 010. En Godfather Ken 688 wint race nummer 13. Ferrari zou Norris nog wel eens kunnen pakken. Ja, ik vond bij de sprintrace dat het ook Ferrari sneller was dan Norris. Ik vond bij de sprint dat Ferrari ook net iets meer race pace had. Een applausje voor Godfather Ken. RTP calculator op 2, Stefan op 3. En we hebben qua teamracing hebben we een mooie 13-0. Norris leek inderdaad wat meer last te krijgen ook van zijn banden. Maar Norris had gewoon geluk in die eerste bocht. Ik vond niet eens dat Norris een agressieve inhaalactie daar had. Maar hij had gewoon geluk. Niemand lette op Lando Norris aan de binnenkant. Waardoor hij dus even ervoor kon komen. Ik denk als hij erachter zat, dat hij een stuk meer moeite had. Dat hij daar niet zoveel succes in had om dat zo vol te houden in die 19-ronde race. Maar nu is het geen 19-ronde race. Nu is het natuurlijk nog wat langer. Alright, de volgende baan die we gaan doen is een baan met 0% elimination rate. Nogmaals. Dan gaan we de clean-up rift doen. Plus Ferrari was heel veel met elkaar in gevecht. Dus die verloren ook al pace. Gewoon puur door met elkaar te vechten. Daar heb je helemaal gelijk in. Wat is dit voor coole baan naar beneden naar de finish? Dat ziet er heel leuk uit. Eerst omhoog en dan helemaal crawling naar beneden. Dus ja, wat. Maar ja, hey, elke dag verandert de baan weer, hè? En ook de temperatuur. Wie weet gaat het wel helemaal de kant op van een McLaren. Wie weet gaat het helemaal de kant op van een Ferrari. Wie weet komen er wel rare safety cars waardoor een Mercedes nog kans heeft. Of Piastri of weet ik veel. Sergio Perez die bevindt zich ineens in een geweldige strategie, maar is super traag.
dat zijn natuurlijk de outsiders. Maar waar we over praten, dat is inderdaad wel het meest voorkomende wat allemaal voor kan komen. Ferrari wie? Ja, Ferrari heeft goed weekend. Ik heb geluk dat ik nog leef, zegt een man die aangevallen werd door een seksueel gefrustreerde dolfijn. Experts geloven dat dolfijnen seksueel gefrustreerd kunnen zijn. Bottlenose dolphins are very social animals. En hun socialiteit kan geëxpressed worden in hele fysieke manieren. Dr. Simon Allen vertelde de BBC. Hij is een biologist en principal investigator of Shark Bay Dolphin Research Project. Just as with humans and other social animals, hormonale fluctuaties, seksuele frustraties, or the desire for dominance can lead to the dolphin to hurt people with whom it interacts. Dolfijnen hebben gewoon hetzelfde als mensen. Wat leuk. Wat gezellig. Zit je dan in het water? Word je seksueel mishandeld door een dolfijn? Zo dol en fijn is dat niet hoor. Jeetje, Mina. Verschrikkelijk. Oeh. Joey Jansen, Thomas Dikke. Hey, spooky, 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 spooky. Ah. Oh, oh. Go, 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 go. Daar is de finish, daar is de finish, daar is de finish. Go! Nee, RTP calculator! Ik weet dat je kampioenschap wil winnen, maar... Hey, Agent Hitman ook winnen punten. Daarom hou ik persoonlijk meer van beer bottle dolfijn. Ik kan niet meer typen. Oh my god. RTP calculator. Ik kan niet meer typen. Een applausje voor RTP calculator. RTP calculator met 25 punten. Ja, he is the one to beat. Spooky CCDL op de tweede plaats. Joey Jansen ook op het podium. Gefeliciteerd Joey met je podiumplaats. Race nummer 15 bevindt zich op een 1% elimination rate baan. En is sponsored bij Martje. Nou, en wie zou er daarna een baan willen aanvragen? We hebben nog steeds niks gehoord van Tex of Henny. Dus ja, als Robin dat zou willen, dat zou wel fijn zijn om van tevoren dat al te melden. We gaan naar een delightful burning tree. Want ja, brandende bomen kunnen heel delightful zijn. RTP. Lady Jane Wellness. Oh god. What the heck? Op die manier burning tree. Ja, ik zag meer een Last of Us-style overgroeide forest voor mij. Met zo'n hele coole donkere gloed. En dan zeg maar, je hebt dan in The Last of Us heb je van die tonnen. Waar dan vlammen vanaf komen. Die dan zeg maar het hele bos licht laten geven. En ik dacht dus dat het dan een brandende boom was in het midden. En dat je helemaal mooi die oranje gloed ziet. Een beetje zoals de laatste Kingdom of the Planets of the Apes film. Of hoe dat ook maar heet. Maar dat is niet zo. Het is een andere tree burnen. Get ready. Bong, bong, bong. Het is niet eens de bongo boogie, maar toch hebben we weer bong. Toch hebben we die bong. Ik kan deze eventueel nog wel een keer aanvragen. Nou ja, je mag banen aanvragen met je support. Zeker niet de minste, zijn wij. Maar je kan ook gewoon even eentje aanvragen als je wil hierna. Robin zegt, zal ik mijn toetsenbordkit bestellen? Als je zeker weet dat het allemaal compatible met elkaar is en jij wil een mooi toetsenbord. Dan moet je dat doen. Maar misschien ben je te snel. Of wie weet is het toch niet helemaal compatible met elkaar of wat dan ook. Ja. En heeft het een voordeel als je het nu bestelt ten opzichte van vanavond of morgen of wat dan ook? That's the big question. Oh. Jullie komen allemaal eruit. Oh. Dan zou ik bij jou kunnen bouwen. Nou, laten we dat dan doen. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Want we hebben dinsdag hebben we Alan Wake.
En die released om 3:00 middags. Dus zou zelfs al een middagstream kunnen doen voor part 1. En dan een avondstream, een lange avondstream voor part 2 als we hem in één keer uit willen spelen. Ja, mochten we dat kunnen natuurlijk met alles wat we moeten doen. Een baan met Ancient in de naam. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat wordt hem, Tex. Die ga ik doen. Ja, dan komt het aan op dezelfde dag als dat Alan Wake uitkomt. We kunnen ook doen dat ik de Griezel game doe en dat jij dan toetsenbord aan het maken is naast mij. Ben, sorry. Gooien we wel tweede camera. Ik weet ook niet hoe lang het duurt, de DLC. Dus wie weet hebben we nog meer dan genoeg tijd. Daarna of ervoor. Je weet het niet. Daarom wou ik in de middag beginnen. Hoe meer kans je hebt dat we later in de avond dan meer tijd hebben. En wisten jullie trouwens dat Robin nog nooit Grand Theft Auto 5 heeft doorgespeeld? Zij heeft wel dingen zoals San Andreas doorgespeeld, maar ze heeft nooit GTA 5, de campaign, doorgespeeld. Zeg maar, echt gewoon de campaign, de missies, de hele storyline. Van de best verkochte game aller tijden. Misschien dat we daaraan gaan beginnen. Ik dacht aan maandag dat we Robin achter de games gaan doen. Maar iemand die nog helemaal fris GTA 5 kan spelen, bestaat dat nog wel in de wereld? Ja, blijkbaar. Maar dat is wel uniek, dat iemand in 2024 nog helemaal fris de 2013 GTA kan spelen. Wow. Nee, die heeft ook geen GTA 5 online gespeeld. Ze heeft helemaal niks van GTA 5 gespeeld. Dus ook gewoon niet het online gedeelte. Dat voelt nog helemaal nieuw, zeg maar. Heb je wel eens dat je dat vet vindt? Dat als iemand zoiets nog helemaal nieuw kan ervaren? Dat, ja. Die weet dus zoveel dingen die je in die wereld kan doen nog niet. Dus dat leek mij leuk om een My Girlfriend Plays voor, en reageert voor de allereerste keer op de GTA 5 campaign. En wat je allemaal kan doen in zo'n open wereld. Dat leek mij leuk. En Robin ook. Dus wie weet dat we dat maandag gaan doen. Zo! Het was Jamorka en Henny. En gewoon Robin komt als derde. Ja, die kans bestaat wel, Thomas. Die kans die bestaat wel een beetje. Ik zou dat leuk vinden. Want dan heb ik een hele leuke volle dag met Robin. Met Alan Wake. En ze heeft dus een toetsenbord die ze custom in elkaar wil zetten. Omdat ze best wel verliefd raakte op dit toetsenbord. Van hoe lekker dat kan klikken. En hoe lekker een toetsenbord kan klikken en eruit kan zien. Ook lekker draadloos. Dat helemaal eigen feeling erbij en zo. Kunnen we misschien zelfs naar de winkel voor wat tape of zo. Alleen maar leuk. Het is alleen maar exciting. Een applausje voor Jamorka 2014. Henny Keumers op de tweede plaats. En gewoon Robin op de derde plaats. Het is 15 voor de subs en 0 voor de non-subs. En dan gaan we naar race nummer 16. En race nummer 16 bevindt zich dus op een baan met de naam Ancient. En dan kies ik even eentje met een lage elimination rate, 1%, 89 plays. Een broer heeft iets van 1000 uur in online en had misschien 3 missies gedaan. Wow, die is alleen maar aan het klooien geweest dus. Ach, maar wel de money glitchen, ja. Yeah. Je moet dat maar leuk vinden. Mij gaat het om de immersion, maar inderdaad, je moet dat maar leuk vinden. Get ready, as we take a play, doe gezellig mee. Dat is waar, liever. Dan hoef je dat inderdaad echt niet nu te doen.
Want dan is zit de limiet gewoon op maandagavond, zeg maar. Of maandag namiddag. Dan kan je dat zo meteen nog even bekijken. En de trigger overhalen. Dat is wel zo slim. Be smart. Be smart. Alright, race nummer 16. Damn. Zo ancient ziet het er niet uit. Lijkt wel op een cyborg, man. Smart. What the fuck? Een man uit Ohio is forced to cancel credit card to escape gym membership? Doc Mattison just wanted to cancel his gym membership. Nou, dit is echt full circle moment met waar we het eerder over hadden. Met hoe abonnementen moeilijk te cancelen zijn. But he ended up having to cancel his credit card instead? De 59-jarige kon niet meer de maandelijkse fee betalen. Dus een jaar nadat hij gesigned up had, ging hij terug naar de website van de gym om het te terminaten. Maar er was geen cancel online optie voor die gym. Er was geen optie om te cancelen online. Dus hij belde de gym. En de gym die zei, ja, dan moet je wel echt als persoon, je moet gewoon persoonlijk hier langskomen. Dus hij ging naar die gym. Maar zelfs toen kon hij hem niet cancelen. Hij kan terughalen dat een van de werknemers daar zei, we hebben niet de mogelijkheid om dit te stoppen. Of om überhaupt iets ermee te kunnen doen. Because only his gym's parent company was authorized to cancel his membership. Dus alleen het grote moederbedrijf kon het cancelen, werd er gezegd ter plekke. Maar terwijl hij daar allemaal achterna ging, waren ze nog steeds zijn account aan het chargen. Nog steeds zijn geld aan het chargen. De hele reden waarom hij die gym koos was omdat het contract niet bindend was. Dus hij kon het altijd cancelen. Dus dat was de reden waarom hij dat koos. Nou, dat is allemaal logisch. En nadat de parent company's customer service rep zeiden dat ze hem ook niet konden helpen online. Of over de telefoon. En ook geen alternatieve routes gingen geven. Van nou, dan moet je maar naar dit adres, of wat dan ook, om het te cancelen. Jezus, hoe ben je überhaupt dan nog bezig met het cancelen van een abonnement? Wow, dat was hier de finish. Lijkt mij zo moeilijk. Robin, win-win. Ongelooflijk. Dus dan ben je echt zoveel dingen aan het pursuen om iets te cancelen. Naar de gym zelf, over de telefoon, online. Oké, moederbedrijf, over de telefoon, online. Zeggen verder ook niks. Ter plekke, zeggen ook niks. They said the good news was that I only gave them a card number instead of my actual account number. Then it's a lot more hassle. De bank die zegt dat ze dat namelijk meer zien. Dus de bank heeft gewoon zijn hele creditcard gecanceld zodat hij eindelijk er vanaf kan komen. En de bank zegt ja, dat zien we vaker. Bruh, dat is nog veel erger in Amerika met dat cancelen van shit. Een applausje voor gewoon Robin. Godfather Ken op de tweede plaats en Thomas Dick op de derde plaats. En zo hebben we een 16-0 tussen de subs en de non-subs. En gaan we naar race nummer 17. En race nummer 17 is dus iets waar ik nu geen beeld bij heb. Dus alright. Robin, heb je eentje? Dan moet je nu wel heel snel zijn als je de eentje wil. Wil je de eentje aanvragen? Yes or no? Zo ja. Welke wil je aanvragen? Want dat moest dus best wel snel. We go into speed mode. 20% elimination rate. Daar zijn er niet veel van. Maar deze Super Magnificent Master. Ja, Ancient was dat niet echt, hè, Tex? Dat hebben we net gedaan, die Ancient. Dat was die baan die we zojuist hebben gedaan. Shoutoutje nog naar Tex Mechanica. Voor de Ancient track. Ja, die had de term ancient erin gegooid, maar het zag eruit als een of andere next... Are you even kidding me? Wat is dit? Hoezo vragen jullie dit aan? We hebben Batman's Arkham Asylum gehad. We hebben Thor en Asgard gehad. En nu hebben we ineens het Superman logo. Dit is freaking Superman track. Wow.
Hoe verzinnen jullie dat? Hoe doen wij dit? Hoe doen wij dit? Ik weet niet hoe we dat doen. Ik weet alleen dat het heel knap is. James Blunt, die hoeft zijn naam niet te veranderen in Blunty McBluntface. Hij had een grote promotie in de hoop dat zijn 20-jarige anniversary van zijn eerste album, waar You're Beautiful op staat, wou die promoten en hij zei dat hij legaal zijn naam zou veranderen. Alleen, de mensen uit Engeland die mochten stemmen op wat zijn naam dan zou worden. De meeste stemmen gingen naar Blunty McBluntface. Dat James Blunt Blunty McBluntface zou heten. Maar dat zou hij alleen heten als in dit weekend zijn album, de 20th Anniversary editie, de nummer 1 zou behalen. En James Blunt heeft niet de nummer 1 gehaald met zijn 20th Anniversary album, waardoor hij geen Blunty McBluntface hoeft te heten. Oké, nou deze zitten voor altijd vast. Denk je niet? Oh, je hoeft niet altijd vast te zitten, zo te zien. Robin is de enige die hier vast zit. Nu dan? Nee. Nu dan? Nee. Ja! Het is Robin gelukt! Het is gelukt. Slimme Thomas is nu wel de snelste op dit moment. Het was net zo stijl als Kota Tex. Net zo stijl als Kota. Oh, Spooky. Spooky haalt Thomas in. Ik hoorde wel blijkbaar dat James Blunt, die heette James Blount vroeger. Dat is zijn officiële naam. Achternaam Blount met O-U. Hij heeft de O weggehaald. Want Blount, dat is zo ridderlijk. Zo adel. Zo, he's a count. James Blount. Slimme Thomas! Op de eerste plaats. Spooky Sissy Delf. Op de tweede plaats. Ah, padoemtsch. A bit more blunt. We worden allemaal weer ouder, dus dad jokes mogen. Een applausje voor Slimme Thomas! Slimme Thomas wint deze race. En dat doet hij heel erg netjes. Thomas op 1, Spooky op 2. 17-0 in totaal. En dan gaan we naar race nummer 18 van deze Grand Prix of Marbles Championship. En wil Robin er nog eentje aanvragen? Dan had ze eigenlijk dat al moeten zeggen. Maar wie weet is ze heel erg snel. Het kan nog steeds. 13%. It is. Het geluksgetal 13. En dit wordt de Spooky Portals Yeet. Spooky Portals Yeet. Spooky Portals Yeet. Agent Hitman wordt nu de hele tijd vierde. Oh my god, het is spooky seizoen. Wisten jullie dat Robin jarig is over 11 dagen? 31 oktober. Op Halloween. Wat is dit? Get ready, je hebt een minuut om te joinen. Uitroepteken play, doe gezellig mee. Join the race. Join the race. Een man is mogelijk doodgegaan zonder te weten dat hij 3 penissen had. A man has been discovered to have 2 extra penises by medical students dissecting his body, marking only the second time ever someone has found to have 3 penises. This incredibly rare triple penis phenomenon was found by students at the University of Birmingham Medical School during a dissection of a 78-year-old man who had donated his body to science.
According to a new paper in the publication of a Journal of Medical Case Reports. According to the researchers, the man may have never known he had three penises. Triphalia, a rare congenital anomaly describing the presence of three distinct penis shafts. Oh, hier is de baan. What the fuck? Dat mogelijk is, joh. Hij, als hij dat wel weet in zijn leven en het was een gangster, dan heette die Triple P. Yo, what up, Triple P? How you doing, son? Tex Mechanica zegt relatable. Oh. Mr. Dickhead. Dat is als hij in een tekenfilmserie zou bestaan. Ja, of hij heette Triple Peepie dan. Dat kan ook. Three Diddy. Ja, dat is leuk. Ja. Oh, hallo! Blokkades! Oh, dit zijn heel veel blokkades. Ze moeten nog allemaal stuk ook. Kun je nagaan. Harry Potter en de Steen der Wijze had een heel ander einde kunnen hebben. Dan de drie wolfhoofden. Oh, ineens sneeuw. Wee. Oh, RTP calculator. Wat een baan, joh, is dit. Wat een gekke baan. Spooky 1611. Ben ik nou goed bezig? Nee, hun zijn goed bezig. RTP calculator, Nilla Vanilla en F1 Rockboy. Dit is het stukje wat je moet doen. Is het weer een portal of zo? Oh, ze vallen gewoon in het bakkie. Oh, ze vallen gewoon in het bakkie. Dat is het laatste stukje. Vallen in een bakkie. Quark. Ik weet niet wat dit... Oh, wow, hallo. Ik weet niet wat dit moet voorstellen. Het is een beetje donker. Maar ik weet wel dat we er zijn. RTP Calculator wint race nummer 18 van deze Grand Prix of Marbles Championship. Robin, heb je nog een elimination rate voor mij? En anders ga ik gewoon verder met de standaardbanen. Ik vraag je nog één keer. Voor vandaag. 18% elimination rate. Alright. Waarom ben ik laatste? En waarom val ik eruit? Een applausje voor RTP Calculator, Dilla Vanilla en F1 Rockboy. Dat is hoe het staat. RTP Calculator, dat is de one to beat nu weer, Henny. Ik zal maar snel mijn best doen. Het is 18-0. En ik wil ook mijn best doen, want ik wil even een goede maandboost hebben. Dat kan vandaag. Hopelijk volgende week ook. Doen we het op dezelfde tijd. Volgende week ook eerder. En dan gaan we nu naar 18% elimination rate. En de 18% elimination rate gaat zich bevinden op de baan Slow Moving Swamp. Ogre! Ik moet het beter doen dan jou. Nee, dat moet je helemaal niet. Get ready, je hebt nog een minuut te gaan. Get ready. You've got 1 minute remaining to join the race. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. Zelfs al heb je nog de hele tijd niet meegedaan, is het leuk om mee te doen. Elke punt telt, ook voor de maandstand. Oeh. Al Pacino vindt het fun om een nieuwe vader te zijn nu die 84 jaar oud is. Hij zegt, it's fun. Dat is toch helemaal niet gezond eigenlijk. 84 jaar en hij is nu een nieuwe papa. I want to be around for this child and I hope I am.
Okay. Maar die gaat echt niet luiers verschonen in de... In de nacht. Zijn enige communicatie met het kind is via tekst en video. Oh, hij is er ook gewoon niet ter plekke, joh. Hij is alleen aan het videobellen en aan het teksten. Dat kind is nu 10 maanden oud. In de Reddit comments zegt ze, dat is dan geen kind meer, dat is dan je Tamagotchi. Hij heeft eigenlijk dan een Tamagotchi-relatie met zijn kind. De 84-jarige Al Pacino. Ja, eigenlijk hoe wij vroeger Tamagotchis moesten onderhouden, dat is de manier hoe hij dat kind onderhoudt. Maar dan vind ik het nog raar, want ja, dat kind dat gaat hem nu echt niet kunnen verstaan. Die communiceert nu niet met hem. Wat is deze zero gravity? Alles blijft in zero gravity. Dus je moet hopen dat je centraal blijft. Want anders word je Thomas. Oh, Henny. Dit was zo'n goede kans geweest. Zakken. Dat was zo close. Wat is dit raar? Nee, niet weer zakken, jij, Robin. Veel te veel. Veel te veel zakka's. Ook al word je 105, is dat niets waard. Nou ja, dat kind, dat, ik denk dat dat kind niet eens in zijn tienertijd zijn vader gaat kennen. Ik denk dat Al Pacino, zeg maar, over 10 jaar is hij dan 94. Dan zou dat kind 10 jaar oud zijn. Ja, heeft hij misschien wel een idee? Maar dan heb je toch ook een twisted idee van wat een vader is. Sowieso heb je geen opa van die tak. Een applausje naar Spobot. Spobot de robot. Agent Hitman op de 2e plaats. En Slimme Thomas op de 3e plaats. Spooky 611 heeft een punt. Oh ja, ik wil ook naar voren, man. Ik moet even een race winnen. I wanna win a race. I wanna come close. Race nummer 20. Daar gaan we dan. Race nummer 20. You know the drill. Race nummer 20 bevindt zich bij de one and only speedrun. Enorm zielig geld compenseert niet wat je dan mist. Ja, precies. Ik denk wel echt dat dat mentaal een klap geeft op een mens. Op de mens. Lorzonix deelt dat de Belg Kim naar de halve finale gaat. Let's go, Lorzonix. Wat goed. Wat goed. Are you ready? Get ready. Je hebt nog 40 seconden. Kim Jong? Nee. Noord-Korea die houdt zich bezig met Rusland en Oekraïne. Die is daar te veel mee bezig. Die kan niet darten, denk ik. Hebben jullie ook tijd voor een Wordle? Tijdens de countdown? Ja, het liefst zo snel mogelijk, hè? Dus niet met een tactisch woord meteen beginnen. Ik vind dat een cool woord. Valt. Shit. Het is geen fault. But it's also not my fault. Lover, de face zit er niet in. Loops kan wel. Oeps, toch niet. Hey. Stefan aan de leiding. Loner? Ja, de L zit er wel in, maar op een andere plek. De P zit erin, maar op een andere plek. Dus wat is het? Pulalalalalala. Nee, de S zit er niet in.
De A zit er niet in. Paling. Het is in het Engels. Sorry, het is in het Engels. Pling! De P zit niet bij het begin. We gaan niet goed, jongens. We gaan weer niet goed. Oeh, Stefan. Lekker bezig. Sleep. Oh! Het is wat anders. Is dat het, denk je? Of is het... Oh, ja, dat kan niet. Het is bleep, natuurlijk. Oh, sorry. Wow, mijn hoofd. Oh, mijn hoofd, jongen. We hebben hem niet in twee keer gehaald. Waarom maakte ik ineens een R van? Geen idee. Geen idee. Stefan is de winnaar van race nummer 20. Stefan is de winnaar van race nummer 20. Straightjacket 010 op de tweede plaats. Bartje op de derde plaats. En een applausje voor Stefan. We zien ook qua teamracing zien wij dat het 20-0 is. En dat we naar race nummer 21 gaan van deze Grand Prix of Marbles Championship. Race nummer 21 bevindt zich op de baan. Enemy at the gates. En je kan bij de intro niet joinen. Vergeet dat niet. Bij de intro kunnen we niet joinen. Nu kan je joinen. Ik wist niet dat ik hem kon skippen. Blijkbaar is hij nu skippable. Get ready! Get ready, uitroepteken play. Doe gezellig mee. Join El Race. Je hebt een minuut om te joinen. Race nummer 21 van deze Grand Prix of Marbles Championship. Here we go! Het is tijd voor nog een Wordle. We willen toch weer een keer die 2 of 1 keer halen. Want kijk, hij heeft dat niet eens meer opgeslagen. Dat is ook gek. Kijk hoe vaak wij hem 4 keer hebben. Kom op. Een goed woord. Uitroepteken play eerst om mee te doen. En daarna een goed Engels woord. En dan hebben we meteen van alle woorden in het gebeuren. Net zoals Samaf dus ooit deed. Die zei een woord. Dat was het woord. Het was meteen geraden. Dat is echt te bizar. Maar 2 keer is ook heel goed. 2 keer is ook heel goed. Heel veel beginnen altijd met train en dat soort dingen. Maar we willen hem in 1 keer. We maken er gewoon bright van. De I en de E zitten erin. De I en de E zitten erin. Maar dat kan zoveel zijn. De favoriete baan van Jasper 1983, die zomaar op 9 januari 2024 verdween. We zitten al bijna een heel jaar zonder Jasper. Hij is nog steeds onze moderator. Hij is zomaar van de een op andere dag verdwenen, zonder ook maar enige trace. We weten niet wat er met hem is gebeurd. Laten we hopen dat hij oké is. In Costa Rica dan maar of zo. Maar nog altijd heel veel liefde naar Jasper toe. Voor al zijn leuke socialiteit. Oh, Martje, dat was zo zielig hoe je eruit ging. Ideas is wel mooi. Verdiksels. Verdiksels, verdiksels. De I zit ook niet op die plek. En de E zit ook niet op die plek. Zo heb je nog 3 plekken voor de I. 3 plekken voor de E. En weet je dat de D en de A en de S, de DAS van Mercedes, dat er niet in zit. Oeh, filet. Ook niet! Mijn god. De E zit dus op de eerste of de tweede plaats. En de I zit dus op de laatste of de ene laatste plaats. We weten dat er nu ook een T in zit. Wat is dit voor mijnenveld, joh? Mijnenveger. Tex Mechanica wint een race! Oh my god, ik heb jou mijn setup geshared in AMS 2. Ik bedoel in Grand Prix of Marbles. Ja, setup sharing, hè. Dan rijdt hij meteen harder. Tepel, dat is op zijn Nederlands. Weet iemand het juiste woord? Hebben we hier knappe koppen? Van time trial gestolen weer. Heel triest.
Nee, maar je kan ook binnenkort setup share. In multiplayer en zo. Ik zie het ook niet, jongens. De knappe koppen. Ik zie het niet. Organisatie Songfestival deelt groot nieuws over aankomende editie. Echt? Ethic. Oh my god. That's the one. That's the one. Godfather Ken, de Duitser, ziet hem. Godfather Ken zag hem. Legit GG voor die. Ethics. Ik had het kunnen weten. The Good Place. Een applausje voor Tex Mechanica. Tex Mechanica wint race nummer 21. Met Spobot op de tweede plaats en Agent Hitman op de derde plaats. En dan hebben we in totaal 21-0. Op naar race nummer 22. Godfather Ken noemt zichzelf de master. De master. Het is tijd voor de volgende baan. En de volgende baan is de baan Death Alley. Deelnemers aan het Eurovisie Songfestival in Basel krijgen een plek om zich terug te trekken. Nou, wauw. Woehoe. Nou, dan kan Joost zich nu specifiek op een plek terugtrekken. Als hij mee gaat doen. Ik denk dat hij mee gaat doen. Heeft hij toch verandering gemaakt? Die Joost. Get ready. Maar dat is toch ook droog? Zo'n stom. Het is niet echt een competitie. Ook al wordt het wel in competitievorm gebracht. Maar het is zo stom. Je hebt nog 40 seconden om te joinen voor race nummer 22 van de 24. En we doen gewoon nog een Wordle. We moeten hem in 2 keer. Kom op, in 2 keer. 2 keer of hoger. In de zin van ook in 1 keer is goed. We willen een 2'tje bij 2 keer. We willen een 2'tje bij 2 keer. Wat is het beginnende woord? Tiger. Oh, ik zag voor het eerst groen. Ik denk, oh my god. Het is een I-woord. Oh. We beginnen met een I. Maar wat is het dan wel? Nee, dan zit de E er. Bitch. Dat was een goeie. Ja! Let's go, boys! In 2 keer. De 2e keer ooit. Hoppakee. Tex Mechanica gooit hem. Daar waren we naar op zoek. De 2e keer in 2 keer. Hell yes. Dat is de snelle afmaking. Petje af voor Tex Mechanica. Doet hij echt goed. Dat deed hij heel goed. Het was gewoon een pitch. De toonhoogte of de pitch. Een veld. Kom op, Spooky. Kom op. Blijf niet op padje. Nee. Gewoon eromheen. Ja. Oh, hallo? Ja, nu krijg ik zo'n ding-dong op mijn ding-dong. Dat is ook niet lief. Nou, dan gaan we maar naar Slimme Thomas. Agent Hitman valt er vanaf. Stefan valt er vanaf. Artie Peacock-leden zit nog te loeren op de top 10. Slimme Thomas. Nog 1 ding-dong te gaan daar. Oh, hij gaat eroverheen! Wow, oké, dat was heel knap. Wat is er, FN Rockboy? Wat is er aan de hand? Spooky is er vanaf gevallen. Straight Jacket 010 ook. Waarom ben ik er vanaf gevallen nou weer? Oeh, Thomas. Oh, daar was nog een ding-dong. Oh, spannend. Slimme Thomas. Oh, wauw! Slimme Thomas, wat een clean one. Dat was wel heel clean. Dat was echt heel clean. Love that. Dat was heel knap gedaan. Eerste en door. Ineens zegt Sam of Huts in de chat. En het eerste rare nieuwsbericht dat ik lees is Pizza Hut. Pizza Hut opent een 1-persoonsrestaurant in New York City. Pizza has never been this personal.
What the fuck? Dan heb je gewoon een kleine cabine waar je gewoon kan zitten om je pizza te eten. 1 persoon. What the fuck? Ja, gezellig. Dan kan je niet eens met je vrienden dan dus praten. Ja, over met mobiele telefoon. Een applausje voor Slimme Thomas. Slimme Thomas op de eerste plaats. Storm op 2. En ja, geen RTP calculator hero. Dus Spobot komt nu met 175 punten toch weer een beetje in de buurt. Maar ik zag ook iemand met 177 punten. Dus het zou nog kunnen. Als RTP calculator nu geen punten pakt en die mensen wel, dan kunnen ze binnen die 25 punten komen om nog een spannend einde ervan te maken. De laatste baan, of één laatste baan, is Bongo Boogie. We hebben veel dunks vandaag. We hebben echt veel dunks. Wat is het toch in Engeland met die freaking XL Bulldogs en zo? Waarom wordt er zoveel gecrossbreed in Engeland? Waarom wil iedereen zo helemaal trashy, tokkie, zeg maar, erbij lopen? Get ready. Dat wil wel eens al wat meer trashy volk zijn, maar omdat ze trashy zijn, ja, nou ja, dat snap ik. Daar kwam ik ook achter. Maar nu wordt er gezegd: UK experts warn against buying XL bully cats. Mutant breeds. Starting to be offered for sale in the UK. Has short legs, no whiskers and suffers serious health issues. Hebben ze weer vet zielig allemaal verschillende types gecrossbreed. The hybrid breed is understood to be spreading to the UK after being bred to resemble XL bully dogs. Kijk hoe zielig. Dat moet dan zoals een bulldog pootjes krijgen. Dat is een XL bully cat. Zo zielig. Oké, dankjewel Robin. Je order, je bestelling komt eraan. Je bestelling komt eraan. Ik weet niet hoe, maar ik zal het proberen. Ik voel die druk meteen. Je lijkt deze op Tex Mechanica. Die deed dat eerder vandaag. Was voor je moeder. Oh! Die vroeg wat je wou hebben voor je verjaardag. Oh. Ja, Robin is bijna jarig. Weten jullie hoe oud Robin wordt? Want dat weet ze zelf niet altijd. Storm MV33. Hoe? Oh. Wow! Agent Hitman vloog er overheen. Storm MV33 doet het goed, maar RTP calculator gaat veel scoren. Ja hoor! En dan weet je dat het eigenlijk al voorbij is. Maar we hebben daarna nog wel een Battle Royale. We hebben nog een Battle Royale. Maar Storm MV33 wint deze race. Het staat 23-0. Ze wordt wijzer. Robin wordt 16-11. Je zou maar gepest worden door trashers omdat je niet zo breed hebt. Hè? Huh? Alright. Het is tijd voor Shattered Dreams. Zo'n breed als ingefokt hondje, breed op zijn Engels. Oh, breed. Oh my god. Ik snap hem. Ja, die was ver gezocht. Ik bedoel, hij was niet ver gezocht, maar die kwam niet binnen. Maar love it. Dat ben ik ook. Ik maak ook dat soort woordgrapjes. Maar ik heb dus ook dat ik zo vaak woordgrapjes maak en niemand begrijpt hem dan. En dan denk ik, shit, ik heb hem te ver gezocht. Oh, was geen eens een woordgrap. Oh. Oh, shit. Je zou maar gepest worden door trashers omdat je niet zo'n breed hebt. Oh, dat is gewoon... Oh, wow. Never mind.
herkenbaar. Krups, Nescafé, Dolce. Ja, ja, Robin, we weten wat je wil hebben voor je verjaardag. Get ready, I do take a play, doe gezellig mee. Ja, we weten nu wel wat je wil voor je verjaardag. Oh mijn god. Ik ga er nog omelet du fromage Dexter-stijl van droom, hoor. Ja, nee, het was naar haar moeder toe, Thomas. Verkeerde paste. Lekker bezig, Sam. Of play Robin binnen op Spotify. Robin. Oh, dat was nice van Samaf. Gun mij nog even een laatste hoop punten. We weten al wie de kampioen is. En we hebben mogelijk een nieuw record als RTP-calculator nog even doorstoot. Hierna hebben we nog één stand-alone cuppie. De Battle Royale. Maar wat en hoe eindigt het hier? That is the question. Bartje 1999. There he is. Oh, Bartje. Dat zou toch fijn zijn. Kwam wat later, Hero. Zou toch leuk zijn als je hier de laatste Shattered Dreams weet te winnen. Steve72NL is back in business, Hero, even. En Steve72NL ziet daar wel een kans om eventjes een winst hieruit... Oh, samen met Storm. Oh... Hij zag een kans, maar die kans die pakte die niet. Oh, Thomas Dikken. 066, Thomas Dikken. Ach, het is weer de Battle of the Thomassen. Het is weer de Thomas. Tjoek tjoek. Oh, daar gaan ze. Thomas Dikken gaat er doorheen. Straight jacket. Uh-oh. Ah! Thomas Dikke, nee! Samaf en Slimme Thomas gaan wel tegelijk. Martje, oh Martje. Oh nee, Martje. Gewoon Robin pakt nog wat punten. Bartje, oh Bartje. We hebben Henny Keumes die nog 10 punten pakt. Dus misschien versterkt hij daar zijn tweede plaats. Ik weet even niet meer helemaal hoe het zat. En geen Spooky 16-11. En Thomas, nog een keer! Agent Hitman gaat erachteraan. Die na 3 keer winnen in de eerste 4 races of zo... er niet meer is gekomen. Ja, je snapt waarom dit Shattered Dreams heet, mag ik hopen? Want man, oh man, wat worden je dromen geshatterd, Hero. Om even punten te pakken. Oh, daar gaat Agent Hitman voor de derde keer of voor de tweede keer. Thomas Dikke is hier nu voor de derde keer. Kom op, Thomas. De finish in het midden. In het midden. Gewoon 4 keer achter elkaar. Imagine dat je 1 punt nodig hebt en nog een punt kan pakken dan. Oh. Een applausje voor Straight Jacket 010. Dat is eigenlijk nog knapper dan winnen, ja. Dat je dat elke keer hit. Gewoon elke keer. Straight Jacket 010 wint deze race. Slimme Thomas op 2, Samaf op 3. En dan hebben we 24-0 tussen de subs en de non-subs. En dan gaan wij eventjes natuurlijk voor de final event, de Standalone Cup, gaan wij dit disablen. De 24 races zijn gedaan. En gaan wij hier naar Royale en naar Grasslands voor een Battle Royale. Denk je nou, ik ben niet zo goed in racen? Misschien ben je wel beter in brawlen. In slaan. Wie weet ben je wel beter in slaan of schieten. Mocht je een airdrop krijgen van een laser. En dan kan je het overwinnen. Er is 1 iemand. Maar dan ook 1 iemand. Die hier de winnaar wordt. One person is winning this race. Winning the Battle Royale. En mag terug naar huis om de Formule 1 race te zien. Get ready! Oh, de Sam af weer. Je hebt nog een minuut. Get ready.
Anders mag je F1 niet kijken, zegt Martje. Dan ben je dood. Want iedereen heeft een health bar. Je krijgt ook een target. Die gaat proberen dan de persoon waar je op getarget bent te killen. Kill je die persoon, dan heb je automatisch weer een andere target. Maar je kan dat ook beïnvloeden door zelf in de chat uitroepteken target te doen. Met spatie en dan een naam. Zo kan je op iemand anders targeten die je wilt. Dat kan je elke keer veranderen. Dat kan je niet één keer doen, zeg maar. Je kan dat elke keer veranderen. En we hebben 21 contestants hier. Je kan het om de seconde zou je dat kunnen veranderen om bijna als een soort joystick te bespelen. En here we go! We hebben natuurlijk ook airdrops. Bij elke 50 bits is er een airdrop. Er komen ook standaard heel soms airdrops. Soms als er geen airdrops komen, wat wel eens gebeurt, zou vandaag ook kunnen gebeuren, dan kan het wel eens heel hectisch zijn. Sorry alvast voor mijn slechte commentaar. Iedereen die gaat dan op een kluitje. Waardoor het niet echt meer een verspreide, oh my god, dueltje hier, dueltje daar is. Omdat iedereen gewoon op elkaar gezogen wordt. Heel apart is dat. But here we go. Let's go! We beginnen met Spooky 1611, die dus Godfather Ken weet te halen. Gaat targeten. Godfather Ken gaat achter Martje aan. Nou, Martje gaat achter Spobot aan. Gewoon Robin gaat achter RTP calculator aan. Dan hebben we RTP calculator bijvoorbeeld achter FN Rockboy. En dan zie je dus al verschijnen hier, oh, dat we dit... Oh my god, gewoon Robin die denkt, ik gooi gewoon eventjes wat airdrops hier om hem spannend te maken. What the hell, lieverd? Dat hoef je toch helemaal niet te doen? Maar dit maakt het heel veel spannender. Dit maakt het heel veel spannender. We hebben wat bits hier, en heel veel zelfreclame van Robin die zegt YOLO. En dit zorgt ervoor dat Battle Royale mogelijk heel intens kan gaan worden. We hebben een You're It. Op Godfather Ken. Iedereen is op Godfather Laser. Ken. Ik weet niet waar Godfather Ken is, want iedereen gaat deze kant op. Maar ik zie hier geen Size Godfather ring. Ken. Oh, iedereen ging voor de power-up in plaats van voor Godfather Ken. Ja, als er nog power-ups UFO. Zijn, dan ga je eerder hole. Daarvoor. Tornado. Oh! Tornado. Hallo? Zo! Size up. Size up. Size up. Laser. What? Size up. You're it. Oh my god, we hebben size ups. We hebben your it op RTP calculator. Wow. Samov was een big boy geworden. Samov is een big boy geworden. Wat healing gebeurt hier? Ring. Die explosie deed hem recht size omhoog. Ring. We hebben size een up. Healing ring. We hebben weer een size up. We hebben weer een size up. Battle dome. We hebben een battle dome. Huh, waarom kunnen ze daar niet op? Sky zag beam. Oh my god, we hebben een sky beam. Oh my god, wat een chaos. Maar wel succes dat iedereen Battle nu wat Dome van elkaar complete. Af is. Battle Dome complete. Size up. We hebben weer een size up. We hebben ook een healing ring waardoor iedereen hier weer healt. Size up. Size up, size up. Gewoon Robin heeft wat moeite met haar held. Kan ze nog een beetje healen? Oh, pas op! Size voor... ring. Size up. Ga naar de healing ring. Size up. Oh, de size up. De healing ring. Oh, Tornado. Zo close. Zo close bij de healing ring. Size up. Size up, size up, size up. Wow, what the fuck? Hier wat extra plezier, ook al doe ik niet mee. Baten doet niet mee, maar wel extra plezier. You're it. Oh god, Baten, dankjewel size voor up. Het verbeteren van de Battle Royale experience. We hebben weer wat power-upjes. We hebben een You're It op Henny Keumers. Henny Keumers heeft volledig geheld. Amarildo Gerrits, je bent groot geworden, joh. Jeetje. Size big up. Balls. Big size balls. Up. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. We hebben een resurrection! Laser! We hebben een resurrection, ik weet niet van wie. Steve 72 of zo. Maar we hebben een resurrection. Zo, dikke explosie, Thomas Dikke. Resurrection. We hebben weer een resurrection. We hebben weer een resurrection. Straight Jacket is weer terug! Ja, er zitten revives bij. Hey Siri, play Robin Tornado. Bin Bin on Spotify. Robin, 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 Bin Bin. Waarom is dat op precies de juiste toon? Healing ring. We hebben een top 10 situatie. Alleen Storm, Simmer, Thomas, Stevia, Morka, Robin, Godfather Ken. Zijn allemaal nog in leven. Godfather Ken is nu dood. Never mind. We hebben Slimme Thomas die target op Henny Keumers. Daar komt nu een healing ring aan, Thomas. Als je daar voorbij blijft, dat zou wel fijn zijn. Wow! Toxic Skill! Gooit er ook nog 100 bits bij. Meteen komen er weer... 2 extra, 3 extra Laser. Zelf. En dan kan je terug in de game komen voor de mensen die uitgeschakeld zijn en meededen. What the fuck, dat wordt echt een groot graf dan. Healing ring voor Storm, healing fijn. Ring. Robin nog steeds evenveel health, heeft geen healing gekregen denk ik. Maar nu door de healing ring,
toch weer wat extra. Een Battle Dome waar Storm en Jamorka in vastzitten. En kijk het verschil tussen iemand die weer net bij kon kijken en Storm. Battle Dome. Jamorka healed dankzij de Healing Ring. We hebben een Skybeam voor Amarildo Gerrits. Hebben we nog andere power-ups? We hebben geen andere... Oh ja, een groene daar ook. Dit kan een revive zijn. Dit kan een revive zijn. Maar als het te lang duurt, dan komt hij opnieuw. Zoals je ziet. Hij komt nu opnieuw. En dan kan het weer een andere zijn. Dan kan het een andere power-up zijn. Als het groen is, heb je kans op Healing Ring of revive. En het is een gele. Het is een gele. Kijk hoe groot die Gerrits is. We hebben een Battle Dome hier. Wie joint de Battle Dome? Het is... Oh! Steve 72 versus Thomas Dikke. En Amarildo Gerrits, die is zo groot. Wow! Wat doe je? Hallo? Oh my! Wat doet hij? Ik heb geen idee wat hij daar deed. Ik heb een GD. Thomas Dikke killed Steve 72, dus Battle Dome complete. Ja hoor. Battle Dome complete. Jamorka killed gewoon Robin. That's so sad. Henny Keumers zit op Amarildo Gerrits. En Jamorka ook. En Thomas zit op Henny. Oh! Een explosie waar die tegenaan ging. Oh, die gaat eraan. Nee! Oh! What the heck? Hij is unstoppable. Battle Dome complete. Oh my god, hij bounced een power. Zo, een black hole. Oh my god, Henny Keumers, Amarildo Gerrits. Ik heb nog wat vergeten. Een belangrijk woord. Dus, en nu gaan we weer zingen. Robin, 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 Bin, Bin. Dus. Nog even die dus erbij. Twee power-ups, terwijl drie mensen nog in leven zijn. We hebben hier een gele power-up. En we hebben een groene power-up. Deze groene power-up zou tornado. Heel nice kunnen zijn. Dat wel is een tornado. En die Keumers denkt, ik ga hier naartoe. Kan iemand terugkomen? Of is het een healing ring? Kunnen ze hem überhaupt pakken? Op dit moment gaan ze er niet overheen. Hij kan dan weer respawnen. Oh, oh, oh. Healing ring. Het is een healing ring. Het is een healing ring. Oh, 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 oh. Het is... Oh! Jamorka killed Henny Keumers. Thomas Dikke en Jamorka. Thomas Dikke... Ja, jullie worden beide geheeld terwijl jullie elkaar schade aandoen. Er is een power-up gereleased daar, hoor. Ergens. Tenminste, ik weet het niet. Wow, Jamorka! Waar ga je naartoe? Wie wordt het, denken jullie? Wordt het Thomas Black Dikke? Hole. Oh ja, er was wel een power-up. Uh-oh, zwart gat. Wordt het Jamorka? Of wordt het Thomas Dikke? Die healing ring die gaat hun ook nog healen. Wie gaat het worden? Gaat hij deze winnen dan in plaats van de Shattered Dreams? Of worden Thomas Dikke zijn dromen ook hier shattered? En zien we nog meer raids bij hem? Dat is natuurlijk waarom hij nu in de finale staat, die Thomas Dikke. Hij had zoveel raids van de Shattered Dreams. Hij wil revenge. Hij heeft ook een laser, een extra power-up. Kan hij Jamorka hier hitten, die volgens mij dus gerevived werd, Jamorka. Dus die is al een keer terug. Wow, hij raakte zichzelf bijna, zag je dat? Dat was bijna self-inflicted damage. Weer een laser. Oh! Zo! Thomas Dikke zit er zo goed achter. Hij doet het, denk ik, hoor. Kijk dan! Hoppakee, en we boom! We have a winner! Thomas Dikke wint deze Battle Royale. En wat een ongelofelijke performance was dat van Thomas Dikke. Een applausje voor hem. Jeetje, Mina. Thomas, had jij een beetje raids in jou? Weet je hoe hyperactief je maar bleef hitten? Ik heb Battle Royales meegemaakt met 1 tegen 1 dat iedereen maar weg bleef rennen. Constant rondjes. Constant wegrijden. Thomas denkt... Katanka, tjaka, 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 tjaka. Ongelooflijk. Thomas Dikke is je grote Battle Royale winnaar. De meeste kills gaan naar Jamorka. Agent Hitman, Henny Keumers, Martje 84, Steve 72 NL. En Slimme Thomas Storm en Thomas Dikke hebben de 2. En Spobot RTP Calculator, Stefan, Amarildo Gerrits en Froesje, die hebben 1 kill. De meeste schade gaat naar Jamorka met 329. En zo zie je ook alle damage. Dan hebben wij de mooie stand op... De derde plaats en de bronzen medaille vandaag bevindt zich... Agent Hitman 4!
Ja, sommige mensen hadden al gezegd na je 3 racewins, jij gaat hem winnen vandaag. Maar je wordt 3e. Toch een bronzen medaille? Het ging ook zo bar slecht daarna. Bizar, racewin is niet alles. Een applausje voor Agent Hitman 4 in de chat. Op de 2e plaats en de zilveren medaille hebben wij... Spobot! Ik dacht Henny Keumers. Waar is Henny Keumers in die top 3? Spobot! Maar de grote winnaar en de grote kampioen van de Grand Prix of Marbles Championship van 20 oktober 2024, deel 326, is geworden... RTP Calculator! Was je nergens in de buurt? Ik dacht dat ik je echt heel dichtbij zag bij de leider op een bepaald punt. RTP Calculator, goed gedaan! Doet hij het gewoon weer, hè? Hij was nooit kampioen, RTP Calculator. Oh, je was wel redelijk in de buurt. In de top 2, 3. Maar niet helemaal. Goed gedaan door RTP Calculator, die het eindelijk hier weet te doen. Dit zijn al je racewinnaars van vandaag, als je dit naar beneden scrollt. Kijk, het begon met Agent Hitman. En dan op 5 ook weer Agent Hitman. Dit zijn alle racewinnaars. We hebben gewoon Robin, we hebben RTP Calculator, Zian Lijs, Stefan, Storm, Slimme Thomas. Geen Spooky Session Elf dit keer. En dat is dus ook wel echt heel slecht. Maar hey, er staat 1 iemand met 0 racewins. De eerste met 0 racewins, maar wel meeste punten, is Spooky Session Elf. What the fuck? Dat is raar. Windows 11 is echt raar. We hebben 216 punten dus voor RTP Calculator en daarmee is hij de winnaar. Maar geen record. 183 punten voor Spobot, 177 Agent Hitman. Dan hebben we Henny, Storm, Slimme Thomas, Straightjacket, Nille Vanille, Spooky en Stefan. Meeste racewins gaan naar RTP Calculator en Agent Hitman en Henny Keumers. Die hebben allemaal 3 keer gewonnen. En de Storm Award van vandaag gaat naar... F1 Rockboy, Godfather Ken en Agent Hitman. Hell yeah. Hell yeah. We hebben de Marble van de Maand. En we hebben natuurlijk al 2 hiervoor gehad. Dit was de 3e. Dit is hoe het stond met Bartje 1999 bovenaan. Maar hij kon dus een aantal races niet meedoen. Want we hebben 2 early edities deze week. Of deze weken. Ook volgende week hebben we weer een early edition. Want dan hebben we de Mexico Grand Prix. Daarna hebben we de Brazilië Grand Prix de week daarna. Maar die begint om like 18:00 altijd. Dus dan kunnen we het... tussen 8:00 en 9:00 doen. We kunnen ook iets later beginnen om 9:00. Dus dat is hoe we het elk jaar eigenlijk doen. Maar dan weet je dat. Volgende week ook early edition. Het zou het heel leuk vinden als je meedoet. De socialiteit is super grappig. Dit is op dit moment de Marble van de Maand. RTP Calculator. En met hoeveel? En met hoeveel? Wow! 491 punten. 421 van Nilla Vanilla. En 402 voor Spobot. Dat is moeilijk te overbruggen als RTP Calculator volgende week ook weer zo'n goede heeft. Maar natuurlijk, als we eerder spelen en er doen wat minder mee, dan worden de punten wat hoger. En dan kan het wel heel erg veel meer balanceren en helemaal gek gaan spelen. Dus dat wordt wel heel interesting. Ladies and gentle people, dankjewel voor iedereen die er een leuke sociale tijd alsnog van wil maken. Want dat geeft mij energie. En ik vind het echt heel leuk om met jullie te praten en dingen over dingen te discussiëren. Even lekker gezellig. Lekker einde van de week. Dus dat neem ik echt met de grootste waarde neem ik dat mee. Voor de mensen die misschien soms wat minder chatten dan wat meer chatten. Om het even leuk op te soepen en zo. Laten we hopen dat we dat volgende week ook weer kunnen doen. Want dat maakt het alsnog dan weer een gezellige tijd voor mij. Dat is de grootste waarde. Natuurlijk is dat ook heel veel waarde. De Keep Spooky Session Elf Alive. Daar bedank ik jullie altijd voor de support. Maar dat blijft uiteindelijk nog van ja, dan kan je het doen zeg maar. Maar mentaal hier is toch wel echt ook dat chatten en over van alles hebben. En grapjes maken en alle kanten op gaan. So I appreciate you. Dankjewel ook voor de mooie interactiviteit, de mooie storylines. En ik hoop dat jullie genieten voor de mensen die Formule 1 gaan kijken van Formule 1. En anders nog een hele fijne avond. I appreciate you guys. Have a great evening. En ja, voor de F1-gangers, geniet van de Formule 1. Je hebt net de Formule 1 themaseizoen gehad van Grand Prix of Marbles. En geniet ook lekker van je week. Elke dag proberen we live te zijn. Je bent altijd welkom om te checken. Ta-d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 a-
Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen.